eerder speelde ik al een vrachtwagensimulator, een metrosimulator, een treinsimulator. En ook bij Bee Simulator was ik erbij. Maar ik was nog veel meer. Een aannemer, een uitsmijter, een hoge drukspuitreiniger en zelfs je moeder. Kijk eens aan, verwend rot, joh. Yeah! Maar vandaag maken we het nog één stapje spannender. Een simulatiegame over het scheiden van afval. Dit is My Recycling Center. Een game die zo gigantisch saai is dat zelfs de trailer slaapverwekkend is. We gaan vandaag even lekker zwemmen door het afval en misschien zitten er wel hele mooie spullen tussen. Knal je kofferbak maar open, dan kunnen we beginnen. Eerst wat we moeten doen is even gaan een username uitzoeken. Ik stel voor dat we onszelf taakstraf, dat ging niet helemaal goed, noemen. En dan begin je gewoon meteen in ons domein. De fantastische, totaal niet saaie wereld van de vuilnisverwerking. De game werd eigenlijk redelijk simpel. Zo nu en dan komen mensen met de auto aanrijden. Vaak toch met een leuk gezellig aanhangertje. Deze keer niet eens. Ik heb ook best wel vaak gehad dat je echt lang moet wachten hoor. Echt gewoon lang wachten. Ik heb wel eens gewoon een half uur in de rij gestaan om wat karton te dumpen. Ze komen netjes aanrijden. En normaal gesproken dan zeg je een beetje wat je hebt. En dan zeggen ze, oh meneer, dat is bak 3. Nou, in deze game moeten wij dat doen. Wij moeten begrijpen dat een stoel moet bij het hout. Cool aan de houtbakjes, die moet je ook echt aanzetten. Het is een compactor. En dan krijg je een soort hele coole live simulatie van hoe dat dan verpulverd wordt. En soms krijg je best wel grote objecten, een biljarttafel of zo. Als je denkt, dit is ook best wel zonde, gooi dit op marktplaats of zo. Soms vraag ik me echt wel eens af waarom ik nog dingen nieuw koop. Waarom zou je ooit een nieuwe biljarttafel kopen, behalve als je gewoon chronisch geld te veel hebt. En als ze ook gewoon bij het grofvuil gezet worden. Als kind vond ik het altijd super interessant om met mijn papa mee te gaan. En dan een beetje, ja, te kijken wat voor troep ze allemaal hadden. Ik nam altijd wel wat mee, een beetje een mielmonteur. Hier is in ieder geval het grof vuil. We hebben hier nog bulk trash en vaak een beetje de wat raardere objecten, de tapijten en dat soort dingen. En hier hebben we dan nog de recyclebak. Nu denk je meteen al van, maar waar is dan tuinafval bijvoorbeeld? We vergeten trouwens hier een klein, ja, lelijk tafeltje. Waar is het tuinafval dan? Nou, dat komt later pas. Je kan namelijk, als je heel veel mensen helpt, kun je punten verdienen. En daarmee kun je dan, dat is ongeveer de hele game, extra soorten afval vrijspelen. En je kan punten uitgeven aan betere bakken. En als je echt heel goed bezig bent, kan je zelfs je bakken nog mooiere kleuren geven. Dat is eigenlijk de hele fucking game. Maar het is ook wel gewoon een leuke kans om gewoon een heleboel slap te lullen. Ergens zou ik zeggen dat het oprecht een hele toffe game is. Het leert je ook heel goed welke dingen in welke bakken moeten. Grootste nadeel van de game, het is hier gewoon niet druk genoeg. Je bent vaak echt een beetje aan het wachten, een beetje pils drinken, een beetje peukje roken. Van, hey, waar komt de volgende klant nou? Maar gelukkig, daar is eindelijk iemand. Je hoeft niet te toeteren, ik sta al bij de poort. Fucking asociaal. En wat voor de rest nog leuk is, een super fijn extra element. Je kan het vuilnis ook proberen in de bakken te gooien. Dat is wel moeilijk. Ja, maar. Nou! Compleet eroverheen. We hebben nu gewoon, ja, dit kan denk ik wel, dit kan wel. Ja, we hebben hier zo te zien gewoon een heleboel hout. Dat er een klein beetje glas in zo'n klok zit of zo. Dat maakt allemaal vrij weinig uit. Een verdere vorm van entertainment is hoe de mensen erbij staan. Allemaal echt gigantisch breed. En ook sowieso allemaal wel, ja, redelijk gespierd. Ah, kijk eens aan. De eerste uitdaging begint meteen binnen te rollen. Een volledige biljarttafel. Ja, die gaan we misschien echt de komende minuten niet kwijtraken. Als je hem helemaal in hebt gestopt, mag je hem namelijk ook niet meer verplaatsen. Dus, ja. Dit is ons leven nu. Ik zou zeggen dat de game dus oprecht een beetje beter leert te recyclen. Sommige mensen kunnen dat gewoon echt niet. Ik heb bij mij thuis wel eens mensen die doen gewoon karton in de plastic bak. Ik denk, is het nou zo moeilijk? Is het nou zo ingewikkeld dat alleen plastic en blik dan in de plastic bak gaat? Ja, blijkbaar. Ho. Oké, misschien mag je er nu wel weer even opnieuw in. Je kan ze ook roteren, geloof ik. Oh, dit ziet er wel. Nee, dit gaat niet helemaal goed komen. Hou vooral de camera rechtsboven even in de gaten. Maar dat kan maar niet uit. Als dingen eenmaal een pling geluidje geven, dan zijn ze gewoon gecashed. Het tapijt mag bij de bulk trash. Als het goed is het dus mogelijk om de game ook op het Duits te zetten. Nu we toch al een beetje weten hoe de game werkt, vind ik het ergens wel humor om op het Duits te zetten. En dat dan gewoon, ja, net iets meer vibe te maken. De hele game is sowieso Duits. Volgens mij hebben Duitsers sowieso een hele hoge voorliefde voor simulatiegames. Echt nog veel meer dan wij Nederlanders, aangezien heel veel simulatiegames zijn om een of andere hele rare reden Duits. We kunnen de game wel op het Duits zetten, dat is wel gezellig. Maar eerst even gauw deze meneer helpen. Had alleen maar hout bij zich. Als ze grof vuil meenemen, kun je ze nog een soort belasting laten betalen. Waarom? Oh, had nog een hele bank bij zich.
Nou, heb ik niet gezien hoor. Ik heb geen bank gezien. Je zou zeggen dat is niet moeilijk te... Oh, dat is dat ding dat ik... Dat is dat ding dat ik hier over de heg heb gesmeten. Maar natuurlijk, maar natuurlijk. Nee, weer een semi-tevreden klant. Gewoon lullig als je naar de stort gaat. Het is gewoon de helft van je spullen niet meenemen. Ik vind het altijd zo'n gezeik om ooit tijd te maken om naar de stort te gaan. En dan ga je en dan nemen ze gewoon de helft van je troep niet mee. Best wel respectloos. Maar weer meteen de volgende klant. En misschien kunnen we hier wel eventjes gauw 100% tevredenheid halen. Ik geloof dat de game adverteerde met meer dan 1000... individuele stukken vuilnis. Ja, ja, iemand heeft gewoon tijd gestopt in het modelleren van allemaal stoelen en biljarttafels. En alsnog heb ik het idee dat ik de meeste voorwerpen wel herken. Een heel groot deel is ook gewoon inderdaad van die zwarte vuilniszakken. Ik ben toch wel vooral zo iemand, ik ben een propper, weet je. Ik vind het toch wel heel leuk om gewoon, ja, 10 van die vuilniszakken in mijn vuilnisbak proberen te proppen. Voel je ook meteen even vrij om jouw vuilnis, ervaringen en levensvisies te delen in de reacties. Weer iets gemist? Waar dan? Huh? En misschien gaat het gewoon mis bij die houtbakken, omdat er zoveel dingen nog in zitten en er zo weinig gebeurt ofzo. Misschien moet ik nog wat vaker aanzetten. Even wat geld gaan sparen om extra houtbakken te kopen. Je kan ook nog allemaal trappetjes kopen en zo. Ja, dit is echt fantastisch om te zien. Hier kun je toch uren naar kijken. Oh! Dit is fantastisch. Je zou kunnen zeggen, deze video had ook 5 minuten kunnen zijn. We snappen het spel. Maar... je bent toch wel benieuwd naar dat tuinafval, weet je. Iemand heeft zoveel stukken tuinafval lopen te zitten te maken te doen. Dan moeten we er ook eventjes heel goed naar gaan kijken. Dat mooie snoersel. Dat mooie snoersel. Kijk eens aan, de volgende persoon is binnen. Ondertussen, leuk feitje. Gamingstoelen. Wist je dat gamingstoelen pas voor het eerst echt ontstonden in het jaar 2006? Voor die tijd bestond gewoon het hele idee van een gamingstoel nog niet echt. En de geschiedenis van de gamingstoel is best wel interessant. Het begon namelijk bij de X-Razer. Vandaag de dag, hey, toevallig, nog steeds best wel een grote partij in het maken van gamingstoelen. En de X-Razer maakte oorspronkelijk allemaal stoelen voor een automerk, namelijk voor Chrysler. En op een gegeven moment zei Chrysler, ja, de X-Razer, we hoeven jullie stoelen eigenlijk niet meer. En toen hadden zij zoiets van, ja, fuck, we hebben allemaal stoelen voor deze auto's. Daar kunnen we momenteel vrij weinig mee. Misschien kunnen we ze op een andere manier gebruiken. En toen is eigenlijk de gamingstoel verzonnen. Het is eigenlijk gewoon een soort autostoel omgebouwd. En het ding met gamingstoelen, ik heb toevallig zelf momenteel ook geen gamingstoel. Ze werden vooral echt groot in 2011. Toen Twitch echt een beetje op begon te komen. Toen was het echt, als je een gamingstoel hebt, dan ben je een echte gamer. Of een echte puinhoop te worden. Kunnen mensen alsjeblieft minder hout meenemen? We moeten even wat geld gaan sparen, denk ik, voor een grotere of betere houtbak. Want dit is echt een hele grote teringzooi. En toen begonnen de gamingstoelen echt een beetje... Nee, stop. Stop, ik kan het niet meer aan. Dit gaat echt niet goed, gewoon. Toen begonnen de gamingstoelen langzaam echt een beetje... Ik heb ook alleen maar hout. Stop alsjeblieft, het ding gaat iedere keer weer uit en zo. Dit ding moet gewoon 24/7 aanstaan. Het zit er ook momenteel op zo'n manier in dat er gebeurt bijna niks. Over deze kast die nu langzaam, ja, een beetje zo in elkaar geduwd wordt. Ja, ja, ja. In ieder geval door Twitch werden ze echt een beetje groot. Maar er zijn toch een beetje zorgen om. Omdat een normale kantoorstoel schijnt toch ergens vaak wel veel beter te zijn voor je rug. Ik heb nu dan zo'n Herman Miller, dat soort van de, ja, van veel te hoge AAA-merk. Stoelen, die hebben echt stoelen van 2.000-3.000 euro. Ik heb er voornamelijk eentje omdat, ja, was gratis. Ze hadden mij gemaild van, joh, wil je campagne? We geven jou gratis dure stoel. Dan moet jij een story maken en eentje weggeven aan een kijker. Ik zei, nou ja, in principe best leuk. Ik krijg een stoel, ik mag iemand blij maken met een stoel. En dat is alles, dat is een prima samenwerking. Dus ik had helemaal een story gemaakt en zo. Dat moet dan goedgekeurd worden door een of ander vaag marketingbureau. En toen kwam het interessante. Ze hebben gewoon nooit gereageerd. Ik heb gewoon een story gestuurd met, yo, is dit goed? En ze hebben gewoon nooit gereageerd. Dus toen dacht ik, nou ja, dan niet. Ja, sorry, ene kijker, geen stoel voor jou. Maar ja, prima, dan heb ik gewoon een gratis stoel. Dus dat is een beetje hoe ik aan mijn huidige stoel gekomen ben. Het kan in ieder geval echt wel de moeite waard zijn, denk ik. Oh, ik weet niet wat dat is hoor. Het kan echt wel de moeite waard zijn, denk ik, om ja, daar toch een beetje in te investeren. Een goede stoel voor je rug hoeft echt niet per se 1000 euro te kosten. Maar haal in ieder geval even een beetje een goede stoel. Er zijn vast onderzoeken gedaan welke stoelen je rug niet breken. Ik geloof zitten is het nieuwe roken, dus zeker de moeite waard. Ik ben een beetje bang dat als ik nu weg ga dat ze zeggen nee, je hebt het niet goed gedaan. Maar de meeste spullen liggen op een bepaald niveau in de bak. Ja, dit is wel goed genoeg, denk ik. Ja, nee, prima, prima. Dan kunnen we meteen gewoon even door, toch? Kijk eens aan, even uitchecken. Weer, oh, de pooltafel. Nee, dit, toch, denk ik.
Ja, het gaat een beetje slecht eigenlijk. Meestal ga ik toch wel voor iedere keer 100% klanttevredenheid. Dat is toch een beetje mijn garantie, mijn stempel die ik er graag op druk. En dan is dit wel gewoon heel erg zuur. Iedere ontevreden klant is een uur dat ik minder goed ga slapen vanavond, sowieso. Maar gelukkig hebben we meteen een kans om alles weer goed te maken, namelijk een volgende klant. Leuk feitje, wist je dat in Amerika 87% van alle tieners met een mobiele telefoon een iPhone heeft? Ik vind dat echt een insane getal. 87% van alle tieners in Amerika. Ja, dit is compleet kansloos. Ik geloof dat ze niet per se boos worden als ze moeten wachten ofzo. Maar krijg je niet echt een hele grote snelheidsbonus. We moeten gewoon even kijken. We kunnen hier namelijk in het huisje een beetje zien welke bakken we kunnen kopen. We hebben dus een compactor nodig natuurlijk. Daar een beetje in zitten kijken is de goedkoopste echt 2500. We zitten gewoon een beetje vast in deze klote situatie. Ik kan ook gewoon een klein beetje knippen in de video. Ik had de vorige keer echt niet dat ik zo erg vastliep op het hout. Het gaat echt helemaal kut. We kunnen ze ook gewoon ontevreden weg laten gaan. Zolang we niet iedere keer in de min lopen met hoe tevreden ze zijn, dan gaat het soort van goed. Deze stoel kan er in principe nog wel. Ja, met een beetje proppen. Ja, dit is wel goed toch? Dit is gewoon 100% klanttevredenheid, denk ik. Niks! Gewoon niks! Gast. Nou, ik heb momenteel min 2 klanttevredenheid. Ik ben zelf ook ontevreden. Mijn hele leven zuigt momenteel echt gewoon knijterhard. Maar misschien gaat het deze keer allemaal anders worden. Het is eigenlijk wel een bron van entertainment die veel te volle bak houdt. Het kan dus soms gebeuren dat je een beetje twijfelt over waar iets bij moet. Is dit nou een beetje dat bulk trash? Of is dit misschien toch nog hout? Dan kun je een hint kopen. Kost wel een klein beetje geld, maar die kennis heb je wel voor de rest van je leven. Dit is toch echt bulk trash? Dat dacht ik ook wel, maar ja, fouten maken, dat gaat allemaal ten koste van de klanttevredenheid. Misschien is dat gewoon omdat ik zo weinig klanten heb, omdat ze allemaal gewoon gigantisch ontevreden zijn. Ik kan me niet voorstellen dat de klanten veel boeit of ik hun spullen in de juiste bak doe. Misschien liggen ze daar niet wakker van, maar dat zou zomaar kunnen. Ik lig daar wel wakker van, weet je. Dit is mijn werk en ik wil mijn werk goed doen. En over mijn werk goed doen gesproken, dit zit gewoon nog steeds vast. Het is vooral die pooltafel, die moet even een klein beetje gaan herschikken, denk ik. Maar ik mag hem ook niet vastpakken momenteel. Dus misschien een beetje schudden en duwen en zo. Dat ding moet gewoon kapot. Mensen moeten gewoon stoppen met pooltafels aannemen. Je kan ook gewoon de pooltafel specifiek weigeren. Dan hebben we een veel snellere doorloop in de bak hier zo. En dan komt alles alsnog soort van goed. Ik weet niet of je nu trouwens alsnog minpunten krijgt voor dingen die... In principe heb ik dit geld al gehad, toch? Maar dit uit of ik dat werk nog recycle voor de punten dan? Ik denk dat we bijna een tweede toetje hadden gekregen. Dan is toch wel een signaal. Maar dat kan maar niet uit. We gaan het zo meteen allemaal zien. Even kijken wat deze persoon voor ons heeft. Ja, kijk eens aan. Gewoon normaal. Normaal grof vuil. Misschien zit er wel een lijk in. Ik heb geen idee. Je hebt wel ballen als je de moord pleegt en dan gewoon... Ja, zeg, ik heb wat slachtafval. Welke bak is dat? Als het eenmaal goed verwerkt is, dan wordt het wel moeilijk hoor, om de dader te vinden, denk ik. Maar voordat we eenmaal op dat punt zijn, dan zijn we wel eventjes een klein beetje verder. Het zou trouwens zomaar kunnen dat er gewoon een soort optie is in de game. Om eventjes tijdelijk een bepaalde vorm van vuilnis te weigeren. Even kijken hoor. Ja, alleen één doos niet. Oh, en ik kon inderdaad belasting heffen op het dumpen van je grof vuil. Toch een soort vuilnisbelasting. Die betaal je normaal gewoon direct bij de gemeente natuurlijk. En als je heel veel hebt, ja, moet er toch ergens deze hele operatie van runnen en van jouw vuilnisbelasting gaan we dat niet doen. Dus dan kun je mensen extra laten betalen. Moeten we wel doen. We hebben geld nodig. We willen een betere bak. Dat is toch wel de hoofd... Is toch wel de hoofdzakelijke grind momenteel. Dus dan mag ik wel een beetje vaart maken. Maar weet je wat? Dan gaan we door naar de volgende klant. Ah, kijk eens aan. Ja, deze stoelen moeten denk ik weg bij de bulkvuil. Bulkvuil. Kunnen we eindelijk door met het verhaal over die iPhones? Ik vind het vooral gewoon heel interessant om te zien hoe erg die iPhone dan blijkbaar toch een soort, ja, heel duidelijk statussymbool is ofzo. Vast, sommige mensen vinden een iPhone chiller. Je merkt toch vaak dat als mensen een iPhone hebben, dan willen ze toch wel graag in dat besturingssysteem zitten. Hetzelfde geldt voor mensen die Android hebben, die maken ook niet heel snel die overstap. Is toch een beetje, ja, een beetje wennen ofzo. Maar vooral onder tieners is iPhone gebruik gewoon zo gigantisch hoog. En dat zou echt wel zijn omdat het ook gewoon een beetje een statussymbooltje is. Kijk eens aan, dit was echt gewoon wel heel snel. Hier mag je echt wel gewoon een kleine promotie voor krijgen. En we kunnen ondertussen trouwens een extra vorm van vuilnis kopen. Misschien dat mensen dan ook minder hout bij zich hebben. Dat is wel een soort van 2 vliegen in 1 klap. We kunnen... Oh, je hebt daar een aantal duimpjes voor nodig. Hebben we er nu 4. Dus oud papier gaat nog even duren. Maar de volgende mogelijk toekomstig tevreden klant is hier nu. Met een prachtige groene wagen. Ik hou het daar wel van groene wagens daar. Maak je me echt wel heel blij mee. Ah, pizzadoos. Daar had ik toevallig een heel mooi feitje over. Heel veel mensen denken namelijk over verkeerd recyclen gesproken dat pizzadozen bij het oud papier moeten. Dat is niet waar.
Hier moet hij namelijk wel bij het grof vuil. Waarom? Pizzadozen, vooral als de pizza dus vers is. Als het een diepvriespizza is, mag het wel. Je snapt meteen hoe ingewikkeld recyclen kan zijn. Maar normale pizzadozen van de pizzeria, die zijn vaak nogal vet. Ja, best wel gewoon een hele afdruk van die pizza zit er vaak gewoon in. Omdat ze zo vet zijn, zijn ze blijkbaar gewoon al niet meer te recyclen. En dan mogen ze dus niet bij het oude papier. Je verneukt eigenlijk het hele oude papier door die troep erbij te doen. Echt verschrikkelijk. Deze keer wel eventjes onze belasting heffen. Kijk eens aan. En een tevreden klant. Plus 8 duimpjes. Ronduit historisch. Nee, dankjewel, dankjewel. Jij mag zeker vaker langskomen, 100%. Aangezien we deze video toch ook een beetje bezig zijn met gemotoriseerde voertuigen, ben je bekend met de draaimolen des doods? Mogelijk niet. Ik zal even schouw een klein filmpje nu in beeld plakken. Waarschijnlijk leidt dat toch wel tot enige vorm van herkenning. Ik zal trouwens even gauw hier een hintje voor kopen. Ja, toch wel bulk trash. Er zit wel iets van hout in. Maar dat is dus wanneer je met een brommer op een scooter of zo die gebruikt om zo'n draaimolen in een speeltuin zo tering hard te laten draaien. Dat in de maak daar staan, hè? En wat nou eigenlijk zo interessant is aan die draaimolens des doods, is dat ze zorgen voor verwondingen die je eigenlijk alleen vaak ziet bij straaljagerpiloten en zo. Mensen die in gevechtsvliegtuigen zitten. Waarom? Die mensen ervaren gigantisch hoge G-krachten. En een G-kracht vindt vooral plaats wanneer je opeens met heel veel versnelling een andere kant op gaat. Als je gewoon knijterhard gaat, is dat in principe 0G. Het is echt een kracht en niet een snelheid. Het is dus vooral als je een snelheid hebt en die verandert opeens van richting. En als je aan het draaien bent, is die de hele tijd van richting aan het veranderen. Als je kijkt naar achtbanen, hebben ze geloof ik vaak in Nederland en vaak ook in andere landen wel een soort limiet van... Mag die deur alsjeblieft mee? Ja, oké. Okay. Een limiet van... Ja, trek hem los, trek hem los. Een limiet van 4G geloof ik. En dat heb je dus vooral last van in de bochten. De bochten mogen niet te krap zijn als je ook een hele hoge snelheid hebt. Want die G-krachten kunnen echt super gevaarlijk zijn. Die trekken allemaal bloed weg uit je hersenen. Kun je van flauw vallen en zo. En dat zie je dus vaak bij straaljagerpiloten en dat soort dingen. Dat ze daar bepaalde verwondingen van krijgen. Nou, die verwondingen vinden dus ook plaats bij de draaimolen des doods. Sowieso wel. Gewoon veel verwondingen. Vooral omdat, ja, als dat ding helemaal hard genoeg draait, is het bijna onmogelijk om je aan dat ding vast te kunnen houden. Dan word je gewoon weggelanceerd en met een beetje pechknal en zo, paam, tegen een paal van een schommel aan of zo. Ja, dan raken best wel veel mensen best wel heel erg gewond. Misschien is dit wel hout? Nee, oké, wel is nog bulk trash. Nee, oké. Oh, het was ook dezelfde stoel. Kijk, dat is wel gewoon objectief heel erg zonde van je geld. Meneer, ik wens u echt een fantastische dag verder. Nou, dit is wel echt heel netjes weer. Dit is echt... Hier leef ik voor, weet je. Dit is waarom ik dit werk heb. Wat mij dan persoonlijk echt super leuk lijkt, is gewoon iedere maand van baan wisselen. Ik zou best dit soort werk willen doen. Maar dan wel gewoon een week of zo, weet je. De rest van mijn leven, ik weet niet. Misschien maak je hele lijpe dingen mee. Allemaal mensen met extreme scheidingen die dan gewoon allemaal zeer gewenste spullen van hun partner komen dumpen. Dat je denkt, oké, voor mij zijn dit gewoon iemand spullen, maar ik weet niet of ik hier wat van mag zeggen. Dat lijkt me wel interessant, hè. De interactie met de mensen. Het lijkt me leuk voor een paar dagen. Misschien is het daadwerkelijk wel vrijwilligerswerk / taakstraf, hoor. Zo zou maar kunnen. Ik kom graag bij de Rataplan. Het zijn van die kringloopwinkels. En heel veel mensen... Hé, je stoel hangt een beetje uit je auto. Die daar dus komen, die doen dat dus ook echt als onderdeel van hun taakstraf. Zullen we het gewoon gokken? Zullen we het gewoon gokken dat deze is? Zit die er genoeg in? Ja, oké, je hoort dat pling. Wat je ook kan doen trouwens, als ze helemaal vol zitten, kun je ze laten legen. Misschien dat een klein beetje geld kost. Dat zou ik wel fijn vinden. Dat toch nog een beetje probeert je aan te zetten om echt gewoon maximaal te gaan proppen. Zit die goed? Tuurlijk zit die niet goed. Nou ja, nee, ik denk het wel. Als we eventjes wachten tot de dingen maar uittrekken, dan komt dat wel goed. Ik vind persoonlijk wel dat de game mensen een beetje op die manier uit zou moeten dagen. Je moet de game toch een beetje spannend maken op een bepaalde manier. Ja, dit is weer een mooi hoor. Knal meteen maar weer aan. Deze gozer meteen weer eventjes. Oh, sorry, mevrouw. Het spijt me echt heel erg. Hele fijne dag verder. Kijk eens aan, de winnaar van de coolste auto 2016 prijs. Kom maar binnen. Zo te zien, gewoon een heleboel vuilniszakken. Dat vind ik echt heel erg fijn. Ik heb nog wel een leuk feitje over bergen in Australië. Ze hadden daar namelijk een tijdje lang de grootste berg van Australië. Even gauw gluren in mijn aantekeningen. Dat is Mount Kosciuszko. En op een gegeven moment was er een klein, oeps, probleem. Dit krijg je als je semi-afgeleid bent. Er zat toch recyclables bij, heb je dat... Moet wel in de recyclebak. Was op een gegeven moment een heel klein probleem. Het bleek namelijk dat de hoogste berg van Australië echt wel een soort bekend ding, weet je. In Nederland hebben we dat ook wel een beetje, toch? Is de Vaalsberg, is dat niet het hoogste bergachtige? Als je het überhaupt een berg mag noemen. Zou ik zomaar in Duitsland kunnen liggen, hoor. Ik weet het allemaal niet zeker. Plastic? Heb ik daar een... Oh, die moet ik waarschijnlijk nog krijgen of zo dan. Jeetje, maak daar een klein potje van. Ja, toch maar even een recycle hint kopen dan.
Nou, recyclables. Oh. Dan weet ik niet waar het helemaal precies mis is gegaan. Dierenhoofd. Ja, dat moet toch een beetje bij... Is het nog gevaarlijk voor de natuur? Nee, dit kan niet echt meer rotten, toch? Al het natte is er een beetje uitgehaald en zo. Toch wel hout. Oké, nou, ik had het niet verwacht, weet je. Hier kunnen we moeilijk weer tafels van maken, maar gooi maar in de bak, gooi maar in de bak. En dan zeg ik, als het goed is, nog wat belasting betalen, ja. En een hele fijne dag verder. In ieder geval bleek dus dat een andere berg de hoogste berg was, namelijk Mount Townsend. En dat was onhandig, want iedereen kende al die hoogste berg. Dus, een oplossing. Je hebt twee oplossingen. Je zou kunnen doen, de hoogste berg kleiner maken. Vind ik eigenlijk wel een hele coole oplossing. Gewoon dynamiet, hele pauperzooi opblazen. Hebben ze niet gedaan. Wat ze gedaan hebben, is ze hebben de namen van de bergen gewoon omgewisseld. Dan kloppen alle schoolboeken nog en zo. Dat scheelt lekker veel moeite. We wisselen gewoon de namen van de bergen om. Geniale oplossing. Ik weet jammer genoeg even niet in welk jaar dit was. Of ze echt pas in 2010 opeens echt gingen meten van... hoe hoog is deze berg eigenlijk? En dan, dit is wel net even iets anders dan we hadden verwacht. Of dat dit echt al in 1700 was of zo. Klinkt misschien aannemelijker, weet je. Toen, zonder de belasting. We willen vooral even die goedkeuringspunten. We hebben er nu 45. Nog 5 te gaan. En dan kunnen we eindelijk oud papier kopen. Dit is zo fijn. En dat je er nooit iemand... zo enthousiast heb gezien over recyclen en je gaat ook nooit meer iemand zo enthousiast zien. Daar ben ik redelijk zeker van. Heb je echt wel eventjes een berg van een vent achter het stuur, als we toch eventjes terugkomen op het verhaal over die bergen net. Nee, deze gozer wil je niet een paar van zijn spulletjes niet in de juiste bakken gooien. Hij slaat je helemaal tot moes en misschien kan hij ook meteen eventjes de biljarttafel meenemen. Zou ik echt super fijn vinden. Misschien moeten we even iets vaker gaan gooien, weet je. Dat is toch een kleine bron van entertainment. Dit is wel gewoon triest. Wacht even hoor. Swoop! Prachtig. Ik zou toch zeggen, dit is een van de redenen om deze video's te kijken. Ai. Ja, dit is een reden om de video te disliken. Als ik dan toch even eerlijk mag zijn. Kijk eens aan, compact wordt je aan, meneer. Fantastische dag verder gewenst, echt. Ik hoop dat u blij bent met uw nieuwe stoelen of zo. Veel plezier met de echtscheiding. Dag! Deze man was ook echt weer een fantastische gewaardeerde klant. Het enige nadeel is dat hij niet nog meer spullen bij zich had. We hebben nu namelijk 48 duimpjes. Ik zal intussen nog even één keer proberen die pooltafel erin te keepen. Oh. Je zou zeggen, zo moet het gewoon lukken, toch? Hij wil ook gewoon niet. Nee, hij werd ook wel gewoon een klein beetje tegen. Ik weet nog niet precies hoeveel verschillende modellen auto's in de game hebben. Aangezien we beginnen hier wel een klein beetje in de herhaling te vallen. Ik vind het niet erg, maar ik vind het ook niet cool, weet je. Verder hebben we wel een klein feitje over iets dat heet huissleutel incontinentie. Incontinentie is echt zo'n woord wat ik... heel vaak voorbij heb zien komen, maar dan nooit echt de moeite heb gedaan om op te zoeken wat het nou is. Voor mij was ik vooral altijd heel erg in de war met die ene dat je onvruchtbaar bent. Ook is dat ook alweer die ene, weet je wel. Nee, incontinentie is dus dat je eigenlijk geen goede controle meer hebt over je blaas. Het gebeurt vooral vaak bij mensen als ze wat ouder worden, dat je op een gegeven moment gewoon in je broek plast, bereid je er alvast maar op voor. Ik heb het feitje vaker gehoord, blijft een hele interessante, dat in China verkopen ze meer luiers voor volwassenen dan voor kinderen. Ja, het is een beetje sneu dat je een luier draagt als volwassenen, maar iedere dag je broek vol pissen is misschien nog net een klein beetje zieliger. Dus ja, best wel goed dat we dat hebben. En ja, een baby heeft maar een paar jaar een luier nodig en een bejaarde gaat nog een paar jaar mee als het goed is. En sowieso hebben ze daar gigantisch veel vergrijzing. Dus best wel een aantal dingen die mooi samenvallen in dat ene feitje. In ieder geval, huissleutel incontinentie is het gevoel, je kent het 100%, dat hoe dichter je bij de wc bent als je nodig moet plassen, hoe erger je moet plassen. Ja, dat is herkenbaar, hè? Nou, er is een hele hoop wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dat heb ik voor deze video niet gelezen. Dus ja, dat was het feitje. Misschien kun je het nog een klein beetje aanvullen in de reacties door even te laten weten wanneer jij voor het laatst in je broek hebt geplast. Ik heb vooral heel veel ervaring met in mijn broek poepen. Maar dat was dan vooral omdat ik dacht dat het een windje was. We gaan even schouw die ene bak legen. Even kijken. Dan gaan we naar management. Dan moeten we naar large bulk with access door. Dan gaan we naar container large with access door bulk trash. En dan doen we daar empty container. Als het goed is hij dan mooi netjes leeg. Je kan ook meteen wat coole dingen doen. We kunnen een extra kleurtje kopen. Kost best wel wat geld. Of een bord erboven zetten met wat er in die bak moet. Ja, je zou dan zeggen dat mensen het ook iets beter zelf kunnen gaan doen. Maar dat doen ze dan jammer genoeg weer niet. Meneer, bent u al volledig geholpen? Nee, nog een heel bureau. Oh. Meneer gaat voor een zit-sta-bureautje. Ja, dat is vandaag de dag wel de beste keuze, hè. U weet, meneer. Staan is het nieuwe roken. Precies. Die biljarttafel blijft me echt gewoon achtervolgen, weet je wat? Oh, ik kan hem weer niet pakken. Ik dacht, anders smijt ik hem zo gewoon over die schutting heen. Volgens mij kan dat niet, trouwens.
Zo'n soort onzichtbare muur. Ja, nee, oké. Ik was even bang van, dit gaat me wel gewoon tevredenheidspunten kosten. Misschien moet ik niet zo agressief gaan smijten met dit soort dingen. Het probleem is wel dat ik kan die man niet wegsturen totdat ik zijn... We kunnen ook proberen gewoon die biljarttafel er een beetje uit te wippen. Kijk eens aan, dit is prachtig. En die er gewoon weer even in. Ja hoor, kijk. Jezus. Die spullen zijn echt allemaal gemaakt van trampoline of zo. We hebben één grote... Sowieso trouwens in deze game, we gaan nog een trampoline tegenkomen. Deze XL gameplay is niet compleet zonder trampoline. Een compleet verrotte kribbe. Hij was even 2 jaar vergeten dat hij nog een baby had. Nog een klein stukje bed. Ach, misschien zijn de kinderen gaan studeren. Dat is dan wel weer leuk of zo, toch? Of misschien niet. Als je dan heel eenzaam wordt. Hebben we hier een koffertje. Ja. Oh, dat kan ook. Als je er gewoon hard genoeg mee smijt, gaat het meteen kapot. Dat is handig om te weten. Heb hier een uitlaatpijp? Ja, meneer, volgens mij moet ik bij metaal. Ja, precies. Die moet ik weigeren. Nee, sorry, meneer. Moet in de bak blijven. Het is ook niet mijn probleem. Wacht, ik nou even. Beetje wat meer... Achterin een beetje wat. Achterin gooien. Zo, pat, boom, hier. Naar huis met je troep. Kijk eens aan. Weer zeer professioneel afgerond. We hebben nu 57 duimpjes. Het wordt alleen maar spannender deze video. We gaan oud papier unlocken. Ding met oud papier is, we hebben er natuurlijk ook een bak voor nodig. We gaan eventjes gauw naar de shop. Wat voor bak willen we voor oud papier? In principe zijn die compactors natuurlijk wel het fijnste. Aangezien dan kun je het meteen opruimen. Hoe groot is oud papier nou? Ik vind dit soort bakken heel leuk. Alleen die raampjes zijn best wel klein. Heb ik in een eerdere urenlange playthrough gemerkt. Dat passen dingen er vaak gewoon niet in. Je haat jezelf als je deze koopt. Voor een glasbak kan dit misschien, maar alles behalve dat. Doe het jezelf niet aan. We kunnen dan gewoon een... Hey, sorry hoor, ik ben eventjes heel druk bezig hier. Ik stel voor dat we gewoon een container large kopen. Container large. En dan zetten we die daar zo neer. Dan doen we in die slot eventjes de inactive container large. En dan kunnen we hier zeggen die is voor papierafval. Je kan ook een trappetje erbij kopen meteen voor 300. En ja, toch even een kleurtje of zo. Wat is nou een leuk papierbakkleurtje? Wat dacht je van wit? Nou, dan weet ik wel meteen dat is de papierbak. Het werkt met zo'n kleuren slider. Echt compleet gebruiksonvriendelijk. Maar prima. Hij staat als het goed is. Nou, dat is echt een papierbak om van te dromen. Ik heb hem toch liever aan die andere kant eigenlijk. Maar ja, we kunnen deze klanten even niet laten wachten natuurlijk. Kom maar binnen met je rotzooi. Kom maar binnen met je levensverhaal. Vertel het me allemaal. Ik heb nog wel een klein verhaal. Het is meer iets wat ik persoonlijk heb meegemaakt. Wat me echt wel een klein beetje heel mild getraumatiseerd heeft. Ik was laatst aan het autorijden. En de auto voor mij die week opeens op het laatste moment een klein beetje uit. En ik dacht, dat is raar. Er is vast iets aan de hand. Ik minder op was een klein beetje gas, maar ik zag niks. En toen moest ik opeens op het laatste moment zelf ook uitwijken. Want ik zag in één keer, ja, toch iets van een stuk platgereden wild op de weg liggen. En toen zag ik van, het is een beetje harig en een beetje oranje. Ik dacht, een soort vos of zo. En toen reed ik dus, ja, reed langzaam langs. En toen zag ik, was een hond. Oké, dat is sowieso gewoon niet leuk, weet je. Aangereden dieren sowieso geen fan van, maar is een hond, oké. Maar nu komt dus het deel wat het meest traumatiserende is. Ik zag vervolgens in de vangrail een vrouw staan. Echt met een blik van terror in haar ogen. Met zo'n hondenriem in haar hand. Iedere keer als ik hier aan denk, voel ik me gewoon weer zo kut namens die vrouw. Je kan een kutdag hebben in je leven. Je kan echt een gigantische kutdag hebben. Maar het wordt echt moeilijk om zo'n kutdag te hebben. Het moet waarschijnlijk gebeurd zijn dat die hond is gewoon losgesprongen of zo van die riem. En is toen gewoon zo de weg opgerend en meteen zo paam aangereden door een auto. Je zag echt zo'n bandenspoor zo door die hond heen. Het scheelt wel dat beest op slag dood was, maar die vrouw heeft daar gestaan. Dan moet je iets van een instantie bellen uitleggen van, joh, mijn hond is plat gereden. Ondertussen meerdere auto's gaan waarschijnlijk nog over die dode hond heen rijden. Wordt echt gewoon één grote pulp. Daar kan mijn houtbak nog wat van opsteken, zeg maar. Dat is echt verschrikkelijk om te zien. Dat gun je echt je ergste vijand nog niet. Tenminste, dat hoop ik. Ik weet niet wat voor vijanden je hebt, hoor. Misschien gun je het ze wel, maar... Ik vond het geen leuke dag om in de auto te zitten, in ieder geval. Het is ook geen leuke dag om houtafval te hebben, trouwens. Ik ga toch even mijn tijd nemen hiervoor. Ja, weet je, de klanttevredenheid hier is heel belangrijk voor ons. Die bank kan denk ik wel gewoon weer lekker hier zo in. Nou ja, ga niet er überhaupt in. Draai hem even zo in de lengte. Kijk eens aan. Hartstikke mooi. Dit schiet wel een klein beetje op. Misschien is het beter om die hele tafel ook gewoon even weg te flikkeren. Gewoon even daar in de hoek of zo. Hoef ik er niet naar te kijken. Nou, je zou zeggen, die houtbak moet er best wel lekker gaan. Wat we even kunnen doen voor de houtbak, is een klein trappetje kopen ook weer. Dan kun je net even wat lekkerder zien wat er allemaal gebeurt, weet je. Wat speelt daar nou precies? Wel meteen een houten trappetje is wel goedkoper en ook toepasselijk voor hout. Persoonlijk kleurtje. Ik zat te denken aan bruin. Hoe gaan we dat een beetje maken met die slider? Dat wordt even een klein beetje een dingetje, hè? Waarom ze hier niet gewoon een soort wiel hebben met kleuren om uit te kiezen? Ik heb echt geen enkel idee, hè? Ja, dit is wel goed houtbruin.
was even een klein beetje werk, maar dan heb je ook wat. Kijk eens. Ja, toch wel fijn dat we alles gewoon een beetje aan het kleurcoderen zijn. Ik sta voor de recyclebak. Blauw, toch? Blauw. Sowieso wel interessant. Nog een fantastisch recyclefeitje. Echt. Ik sta ervan te kijken dat ik gewoon meerdere feitjes kan vertellen over vuilnis recyclen. Best interessant dat per gemeente echt heel erg anders is. Überhaupt welke bakken je hebt. Sommige mensen hebben een oud papierbak. Die is dan blauw, geloof ik soms. Ik heb überhaupt geen blauwe bak. Bij mij is het grof vuil bijvoorbeeld weer grijs. En sommige mensen hebben dan bijvoorbeeld weer tuinafval is dan bruin. En bij andere mensen is die weer groen. Ik heb een plastic bak, die is dan zwart met een oranje deksel. Je kan nu een klein beetje afleiden in welke gemeente ik woon, geloof ik. Dat is heel fijn voor je. Ja, voor de stalkers, weet je. Gebruik deze bakinformatie. Alhoewel, toen ik in Heergewaard woonde, had ik dezelfde bakken. En ik kan ook gewoon mijn house tour kijken. Dan staan mijn bakken, als het goed is, gewoon buiten. Het zou echt zo fijn zijn als ik deze bak gewoon even een beetje een turbo-standje kan geven of zo. Gewoon een beetje gas op die krukas of zo. Want dit is wel gewoon een zielsdoden. De rest van de game. Fantastisch, maar dit snijdt wel een klein beetje in mijn ziel. Liebe Leute, gutes Nieuws. Ich bin zurück. Haben ein bisschen Abendessen gegessen. Und ich habe die Game eindelijk op Deutsch gezet. Yes. Wist je dat Duits mijn enige onvoldoende was op het eindexamen? Nou, bij deze. We hebben hier papschachtel. Die kan lekker in oud papier. Mooi, hè? Oud papier. Oud papier. Sowieso, de Duitse taal staat er erg onbekend dat ze heel goed zijn in woorden in elkaar kleien tot één groot woord. Nederlands doet dat ook. In de mooie tijden van de typemachine was het gewoon heel fijn als woorden kleiner waren, want het was allemaal veel duurder. En blijkbaar heeft dat sowieso veel talen, ook het Engels bijvoorbeeld en waarschijnlijk ook het Nederlands, een beetje beïnvloed. Dat veel woorden toch een beetje korter werden, meer in elkaar gevouwen, nieuwe woorden ontstaan om dingen te vervangen die je normaal misschien wat meer zou beschrijven ofzo. Ik vind dat wel cool. In ieder geval, bak dicht, bad boom bam. Het is tijd voor deze klok om niet meer te bestaan. Kijk eens aan. Wat hebben we nog meer? Oh, nog één stukje hout. Ach, dat is allemaal prima. Een regal. Nou, zo leer je wel echt goed Duits, hoor. En bij Duits ga je toch wel vaak een keertje of zo, als de Duitse leraar er geen zin in heeft, lekker een film kijken of zo. Maar als je echt goed een taal wil leren, moet je vooral denken gewoon heel veel. Gewoon alle films en series en zo in die taal leren. Gewoon alle films en series in die taal kijken. Dat is denk ik toch een beetje hoe heel veel mensen Engels leren, toch? Ik heb het al vaker verteld, maar in Duitsland, toen ik daar was, schrok ik er echt van hoe slecht heel veel Duitsers Engels kunnen. Omdat dus heel veel films daar gedubt worden. Gewoon alles wordt gewoon overgesproken in het Duits. Ja, dan leer je het niet. Dus mensen die ook dingen zoals Squid... Nou, nu moet ik zeggen, hier zitten ook wel een paar uitzonderingen op. Ik heb Squid Game gekeken, maar ik heb niet het gevoel alsof ik heel veel Koreaans kan. Dus misschien helpt het toch een beetje als je de taal al een beetje hebt. Je kan nu wel een beetje Spaans, weet je, un poco. En dan ga je heel erg woorden een beetje herkennen. En soms herken je een woord niet, maar als het dan een beetje uitgeschreeuwd wordt, dan helpt het ook wel een beetje. Wertstofzak, is het gewoon normaal? Nee, dat is niet normaal. Dat is Veluwe, verkeerde worp of zo. Deze kan sowieso in het hout in ieder geval. We hebben de game een beetje moeilijker gemaakt. En dat is gewoon onhandig, want dan gaan we minder snel progressie boeken. Iemand heeft even een coole gaming PC gekocht. Gefeliciteerd met de aankoop nog. En wat hebben we nog meer in de bak? Een stuk plastic, denk ik. Nee, dat is wel plastic, denk ik. Maar dat is niet de juiste bak. En hier nog een klein beetje, nou, karton met duct tape erop. Heel goed. Ik ben benieuwd of we überhaupt nog een positieve score krijgen van deze gozer nu. Ja, dat, nog steeds de duimpjes zijn wel omhoog. Dus we kunnen niet klagen. Ja, ik vrees dat we toch nog wel een redelijk aantal duimpjes nodig gaan hebben voordat we het metaalschroot vrij gaan spelen. 100 duimpjes. Dan krijg ik meteen al een beetje de neiging om in deze video te gaan knippen. Aan de andere kant, ja, dan ben je alleen maar aan het knippen. En dan ben je heel veel uur kwijt met het spelen van deze game. Maar misschien een beetje ze nu en dan een beetje smokkelen. Video moet ook gewoon een keer af, weet je. Persoonlijk ben ik dus vooral gewoon van mening dat het mogelijk zou moeten zijn om gewoon de doorstroomsnelheid te verhogen. Zet lekker 3 auto's tegelijkertijd neer, weet je. Geef me een collega die heel langzaam zelf een beetje dingen verplaatst. Ik vind het toch jammer dat ook in deze game het opschalen zou nou wel iets mooier mogen. Jeetje mevrouw. Ik wilde toevallig net een verhaal gaan vertellen wat wel mooi bij uw kleding past. Ja, hier staat een recycle logo op, dus deze zou wel in de recyclebak mogen. Ik las net iets over een school. Ja, dit is wel gewoon plastic toch? Dat is heel jammer. Het ging over een school en die hebben een leerling van school gestuurd. Omdat de moeder had achterop haar auto een advertentie voor haar OnlyFans. Ik vond het echt fantastisch. Toch even checken. Lichtverpakkingen. Lichtverpakkingen, oké. Nee, Duits helpt niet mee, man. Duits helpt niet mee. Deze misschien wel bij plastic. Wat een pauperzooi. Nee, je moet gewoon leren. Je moet leren van je fouten. In ieder geval zat dus heel groot, ja.
op haar auto gewoon een reclametje voor haar OnlyFans. En super slim, weet je. Je ziet gewoon een moeder haar kind in de kinderschool brengen. Je ziet die OnlyFans. En wat denk toch een heel groot deel van OnlyFans zit. Het is die nieuwsgierigheid, toch? Je weet gewoon van, oké. Ik denk dat je toch voornamelijk iemands OnlyFans wilt zien als... je die persoon een beetje kent. Als iemand met wie je op school gezeten hebt, vroeger opeens een OnlyFans-chef. Dan denk je toch van, nou, hier ben ik toch wel... Nee, hè? Ben je toch wel heel erg benieuwd naar of zo. Dus misschien ook die moeder die je best wel vaak een beetje voorbij ziet komen. Zo, je toch denkt van, nou, hè, hoe ziet ze eruit onder die kleedjes? School heeft gezegd, nee, dit vinden wij niet tof. Je moet dit van je auto afhalen. Heeft ze toen niet gedaan. En toen hebben ze haar zoon van school gestuurd. Dat vind ik dan wel weer heel erg, ja... onredelijk of zo naar die gast toe. Hij is vast niet nummer 1 promotor van zijn moeders OnlyFans. Misschien wel, weet je. Misschien gaan ze ieder jaar extra vaak op vakantie of zo. Dan heeft hij ook zoiets van, nou ja, weet je, hoe zij de geld verdient, zal mij wel mijn reet roesten. Toch wel redelijk veel verdeburgers, maar misschien gaat het aantal duimpjes gewoon, als in het aantal goede dingen min het aantal verkeerde dingen, dat je alsnog gewoon flink in de duimpjes omhoog gaat. Dan kunnen we af en toe al een veelwurf hebben, weet je. Dat houdt de game nog een klein beetje spannend. Voor de rest vind ik wel dat dit hele gebeuren hier, dit koninkrijkje, het is wel echt een geoliede machine momenteel. En hier is er weer de volgende auto met een hele berg troep. Over troep gesproken, heb jij toevallig nog tegeltjes met spreuken in huis? Alsjeblieft. Geef ze aan mij. Ik heb het in de house tour ook al een beetje laten zien. Ik ben dus heel erg, ja, een beetje bezig met mijn wc pimpen met een heleboel van die foute tegeltjes met spreuken erop. Er is één kijker die vertelde mij over een vriend. En zijn ouders hebben echt de beste wc ooit. Hij heeft daar een tegeltje met, heb je nog seks of speel je al golf? En dan daarnaast echt een fucking grote golftrofee. Ik vind dat echt fantastische humor. Heb je nog seks of speel je al golf? Jammer genoeg het tweede, maar daar doe je niks aan. Weet je, dat is het leven. Op een gegeven moment begint dat toch een beetje weg te zakken. Ik heb vernomen, op latere leven gaat de libido bij sommige vrouwen juist heel erg omhoog. En bij mannen gaat het gewoon dramatisch naar beneden. Kan je nu misschien vrij weinig bij voorstellen. Maar ja, de hitsigheid komt een keer tot einde. En nu nog eventjes iets heel anders. Ik heb namelijk net gelezen, nog een ziekte waarvan we niet wisten dat die eigenlijk besmettelijk is. Namelijk, obesitas. Het schijnt zo te zijn dat als iemand... Is dit hout? Ja, hè? Toch wel hout. Als iemand in jouw omgeving, in je nabije omgeving, vrienden, familie, dikker wordt, dan ga je daar heel vaak in mee. Dat geloof ik eigenlijk wel redelijk snel, aangezien ik heb zelf wel meegemaakt dat ik had dan een vriend die best wel gezond leefde. En als ik dan met hem een dag wat deed en ik had voor mijn gevoel redelijk gezond gegeten, was het voor hem juist meer een beetje van, oh, ik heb vandaag wat minder gegeten of zo. Ik heb wel vaker gezegd, vaak ben je toch een beetje een gemiddelde van de 5 mensen met wie je het meeste omgaat of zo. Hè, een beetje het bekende, kinderen van rokers gaan zelf ook vaker roken. Je bent een beetje het gemiddelde van de mensen met wie je het meeste omgaat. Als ze nou heel vrolijk zijn of heel chagrijnig, dat beïnvloedt gewoon je leven. En dus ook op die manier je eetpatroon. Dus ja, het is misschien niet leuk om te zeggen, maar als je misschien wil afvallen, moet je gewoon al je dikke vrienden even ditchen en een heleboel mensen die takkie-takkie dun zijn, die in je vriendengroep gooien. En ja, misschien geeft het nog een bepaalde vorm van motivatie. Ik blijf dit verwarrend vinden. Waar moet die in? Het moet ongeveer niet in het plastic, maar ook niet bij het grof vuil. Dan zou je zeggen, toch hier dan, toch? Echt? Ja, het is toch een ander soort plastic. Dit kun je niet meer smelten natuurlijk. Heb ik met mijn 5 VWO scheikunde lessen van laatst uitgebreid aandacht aan besteed. Dat zijn de thermoplasten en de thermoharders. Sommige plastics, ik denk niet dat je dat aan kan nemen momenteel. Nee, laat het gewoon lekker liggen. Dat kan ik best wel gewoon een beetje op intuïtie doen. Deze lekker bij die karton. En dan stuur ik u ook weer als een semi-tevreden klant naar huis. Ja. We worden steeds beter. Iedere seconde zijn we weer meer aan het leren. De 100 duimpjes komen ook al langzamerhand in zicht. Oké, we staan weer even voor een... Niet! Spermul! Niet! Een klein dilemma. Plastic emmer. Ziet er toch wel uit als een redelijk hard plastic? Ik ga dan toch voor spermul. Oké. En die gastfles, ja leuk, maar neem die gewoon even lekker mee naar huis, joh. Wel wat belastingen gemist. En een tiche. Blijkbaar niet helemaal netjes opgeruimd. De soevereinheid zinkt. En daar deden we het niet voor. Ik heb zojuist nog eventjes lopen googelen. Interessant feitje. De gemiddelde Nederlander produceert per jaar 490 kilogram afval. Dat lijkt extreem veel, meer dan een kilo per dag. Maar ja, je moet beseffen... Als glas ook meetelt, als jij iemand bent die geregeld een lekker flesje bier drinkt of zo, dan begint het qua gewicht natuurlijk wel echt heel erg snel aan te tikken. Dit kan ik wel smelten, toch? Ja, nee, precies. En dat was alles. Nou, ja, een beetje omhandig dat ik nu gewoon weer een half minuut moet wachten tot er weer iemand komt. En een kleine aanvulling daarop is het afval dat het meest gerecycled wordt in Nederland. Dat schijnt te zijn glas en papier. Meer dan 75% wordt daar gerecycled.
Ja, voor glas vind ik het ergens nog steeds wel een klein beetje laag of zo. Waar gaat de rest van het glas heen? Kapot gooien. Is ergens wel leuk of zo. Dus ik snap wel een klein beetje dat mensen dat doen. Ja, papier, wat kunnen we doen? In de prullenbak gooien. Terwijl heel papier belandt in de prullenbak. Ik meen te herinneren dat aluminium nog vaker gerecycled werd. Maar helemaal niet met die statiegeld op blikjes. Ik was daar in het begin echt ijverig mee hoor. Gewoon de hele tijd ook blikjes uit prullenbakken halen en zo. Doe het nog steeds wel eens. Loop ik gewoon op mijn stage school door de aula. Zie ik een flesje in de prullenbak liggen. En denk ik, ja, ik prop hem gewoon in mijn tas. Is het toch 15 cent? Schiet je niks mee op, weet je. Je kan veel beter gewoon minder geld uitgeven. Gewoon niet uit eten gaan. Staat toch gelijk aan een heel jaar lang plastic flesjes mee naar huis nemen. Maar toch, het voelt gewoon lekker of zo. Van, hey, ik heb zojuist gewoon weer eventjes, ja, 15 cent verdiend of zo. Dat geeft gewoon een warm gevoel. Dus daarom doe ik het vooral. Ik deed dus in het begin ook heel vaak bij de Basic Fit. Gewoon willekeurige zooi uit de prullenbakken meenemen. Toen was er een vrouw die werd heel boos. Die zei, dat is niet normaal, dat moet je niet doen. En toen, ja, ik was een beetje bitchy. Ik zei van, waarom bepaal jij wat normaal is, weet je wel? Nou, een tijdje later bij de Basic Fit. Ik neem nu soms mijn laptop mee. Ja, ik heb bijvoorbeeld met Bardo weer een podcast opgenomen. Een nieuwe Wat een Neuk. Zeker het luisteren waard. En ja, het editen daarvan is voornamelijk gewoon even de podcast terugluisteren. En kijken of ik niet iets heel extreem raars zeg. Soms even de volgorde van dingen veranderen en zo. Het is allemaal best wel simpel. Maar je moet het wel even helemaal terugluisteren. Dus ik was gewoon tijdens het sporten gewoon met bluetooth oortjes in. Een beetje dingen optillen en zo. En tegelijkertijd een beetje editen. Toen kwam ook een vrouw naar me toe. Die zei, ja, what the fuck doe je? Waarom heb je je laptop bij? Ik zei, nou ja, ik ben aan het werk. Ze zei, oké, nou, dat heb ik nog nooit eerder gezien. Ja, ik ben ook wel een beetje een rare jongen dus in dat opzicht. Toen ging ze helemaal bellen met het hoofdkantoor of het mocht. Ja, die wist haar te melden dat het niet per se tegen de regels was om op je laptop te werken. Maar ja, als er in één keer een halter opvalt en hij is stuk of zo, ja, is het waarschijnlijk je eigen probleem. Nou, daar kon ik best wel mee leven. Oep. Niet! Ik deed het met zoveel zelfvertrouwen. Eerst ging leer wel nog in die bak. Misschien is dat toch veranderd dan of zo? Even kijken hoor. Kunde musale. Oh, je moet natuurlijk kijken wat er boven staat. Hier einwerven spermul. Ja, deze dus wel. Oké, nou een beetje raar dan. Daaronder staat vooral zou nog belasting moeten betalen. Oh, dat moest met die tasje wel. En die moet dan blijkbaar wel weer bij het grofvuil. Het blijft een beetje puzzelen. Ik denk dat zelfs de mensen op de stort. Ik kan deze statistieken opzoeken. Zelfs bij de stort worden dingen waarschijnlijk verkeerd gesorteerd. Is gewoon zoveel gezeikt. En heb je al helemaal losse bakken met losse dingen erin. Maken mensen er zo'n puinhoop van moeite alsnog daarna gaan nasorteren. Maar ja, het is iets minder gezeikt dan wanneer alles in één grote bak binnenkomt. Ik weet dat toen ik voor die blikjes video op Schiphol was. Ook zoveel mensen die gewoon plastic bij glas gooien en zo. Dat is echt een drama. Oké, even kijken. Wat hebben we hier? Oeh, een heleboel oud papier. Een smerige schimmelkarton dat mensen ook maar kunnen verzinnen. En een lekker stoeltje. Nou, hartstikke fijn. En u vooral ook een hele fijne dag. Verder was misschien wel de snelste persoon die ik afgehandeld heb tot nu toe. Ik zou voor dit soort dingen niet eens naar de store draaien. Heb je niks beters te doen? Hè? Heb je geen gezin om voor te zorgen? Goedendag meneer. Verder heb ik nog wel iets anders interessants om te bespreken. Ik was een beetje aan het lezen op Reddit en mensen hadden het over het fantastische Nederlandse programma Wie is de Mol? Ten eerste schijnt de Vlaamse variant natuurlijk veel beter te zijn, want daar heb je niet allemaal bij Energy misschien toch een beetje bezig zijn met hey, hoe zorg ik ervoor dat ik een beetje leuk overkom op, ik durf echt niet meer gaan, op televisie. Dat is interessant inderdaad. En verder, wat vooral onhandig is het is natuurlijk van de NPO, dus de pot, ja. Wat win je aan het einde van Wie is de Mol meestal 10.000 euro of zo? Nu moeten we zeker niet gaan doen alsof 10.000 euro geen geld is. Ik bedoel, dit komt van de jongen die net nog zei dat hij plastic flesjes uit prullenbakken vist op zijn stageschool. Het is zeker wel wat geld, maar ik heb ook vernomen dat het best wel vaak naar een goed doel gaat. Dat creëert wel een soort druk. Als ik mee zou doen met Wie is de Mol, denk ik toch, ja, en ik zou winnen, dan kan het toch een beetje gebeuren dat mensen zeggen, wow, je hebt gewonnen. Aan welk goed doel heb jij je geld gegeven? Waardoor je toch een beetje een soort lul voelt als je wel besluit van moah, laat ik het toch gaan houden. Ja, dit is wel hout denk ik hoor. Toch? Je voelt je toch een beetje een lul dan. Dus sowieso, hoeveel geld er in de pot zit maakt eigenlijk niet uit. En aan de andere kant, alsnog heb je veel meer aan de bekendheid die je krijgt van het programma. De duizenden extra volgers en dan weer lekker meer boeken verkopen. Of meer troep verkopen op Instagram. Weet je, X on the Beast type beat. Vrij weinig mensen bij Wie is de Mol die vervolgens cursussen gingen verkopen of DJ worden. Maar je snapt het punt. Uiteindelijk is in het programma blijven veel meer geld waard dan de pot zelf. Dat is op zich een klein beetje een probleempje. Maar een ander probleem wat ook een beetje ontstaat bij Wie is de Mol is een beetje het gevangenendilemma. Op een gegeven moment krijg je vaak de keuze van ga je voor geld voor de pot of speel je voor jezelf. Wil je een lekkere sappige malsa yoghurt of zo. En je zou zeggen, ja, doe maar met je geld in de pot, leuk en gezellig. Maar als op een gegeven moment mensen steeds meer voor zichzelf gaan kiezen en dus voor die joker gaan, dan heb jij een nadeel als persoon die netjes met de groep meespeelt. Jij bent eigenlijk in het nadeel, ach, zonde, die belasting niet gevraagd. 6 euro per zak, wel veel hoor. Als jij die joker niet pakt, dan loopt de rest in één keer voor.
Wat vervolgens gebeurt is dat iedereen gaat voor de joker in plaats van voor het geld, waardoor je eigenlijk geen voordeel meer hebt. Uiteindelijk is iedereen het voordeel kwijt, jij bent terug bij af, alleen er zit nu gewoon minder geld in de pot. Eigenlijk is het gewoon een heel tof voorbeeld van het gevangenendilemma, waar iedereen de beste keuze maakt voor zichzelf. Je moet wel kiezen voor de joker, maar als iedereen dat doet, kom je dus in een minder wenselijke situatie, want dan beter allemaal niet voor de joker kunnen gaan. Vond ik een interessante observatie over dat programma. Trouwens, over programma's gesproken, ik had dus een tijdje geleden... Ik weet het echt nog steeds gewoon niet. We gaan nog even één keer die hint kopen. Spermule, toch wel spermule. Nee, precies. Ik had een tijdje geleden auditie gedaan voor een televisieprogramma bij RTL. Was een programma over patroonherkenning. En eerst had ik een soort auditie aan de telefoon en zo. En toen mocht ik daadwerkelijk een soort repetitie doen. We gingen gewoon op een RTL-kantoor het spel eigenlijk naspelen met een paar andere kandidaten. En ik had me voorgenomen, natuurlijk, ze willen weten of je een beetje slim bent. Het is een quizprogramma, maar ze willen ook weten of je gewoon een beetje leuk bent voor de camera. Er was dan geen camera, maar gewoon hoe je een beetje reageert, hoe je bent, hoe je doet, wat je zegt. Ze gingen tussen de vragen door, gewoon een beetje vragen over je hobby's en oeh, wat ga je doen met het geld als je wint? En ik weet nou, met dit programma win je misschien, als je echt een beetje goed gaat, win je 1000 euro of zo. Dan kun je zeggen, ja, ik ga het op mijn spaarrekening zetten, ik ga mijn hypotheek mee afbetalen. Dat is niet leuk. Dat is niet leuk voor de televisie. Dus ik had al een heel verhaal bedacht van ja, ik heb ooit een camper gekocht van mijn moeder, is ook zeer zeker waar, van caravan eigenlijk. En die is op een gegeven moment afgebrand. Nou, valt in de realiteit wel mee, er was zeker wel brandschade en ook wat stormschade en zo. Ik zei, ja, ik ga een nieuwe caravan kopen voor mijn moeder. Dat is, dan willen de mensen op televisie dat je in het programma blijft, toch? Geniaal. Ik had me dus echt heel erg voorgenomen om dus vooral te focussen op leuk zijn voor de camera en niet bloedfanatiek dat spel te gaan spelen. Is totaal mislukt. Ik was weer bloedfanatiek. Waardoor ik van een team van 6-7 mensen weg knijterhard gewonnen had. En dat is ook wel fijn of zo. Maar misschien was ik niet de leukste camerapersoonlijkheid. Toch weer een klein beetje jammer. Even kijken. Dat is misschien nog een beetje leuk. Ja, dat is perfect. No, om je vingers bij af te likken. Ik kan even één voorbeeld geven van een vraag. Je moest dus voornamelijk verbanden zoeken tussen een aantal foto's. Ik zou eventjes gauw de 3 foto's in beeld brengen. Het verband dat ze hier zochten was een geografische plek. Wat je dus ziet is een spa, een bastonjekoek en een luik. Ik had eerst ook zelf niet helemaal door dat het een luik was. Kun je dit al innemen? Ziet er wel redelijk metalig uit. Oh, spermule. Oké. Het antwoord, ik was er zelf ook best wel trots op dat ik hem had, is België. Omdat... Spa, Luik en Bastogne zijn alle 3 plaatsen in België. Ja, ik dacht bij de spa eigenlijk meteen zelf aan Thailand in het begin, maar ik kon de rest niet echt plaatsen. Het hielp vooral dat ik een tijdje geleden in Spa was geweest, toen ik op vakantie was in de Ardennen. Anders had ik niet eens geweten dat het een plek was in België. Nee, Spa is ook dus waar ze het Spa-bronwater uit de grond halen. Ja. Nou... Nog 22 duimpjes te gaan en dan kunnen we door voor het volgende soort afval. Ik vind het ook wel jammer, gemiste kansen, dat de game op het einde niet gewoon nog even net 3 tandjes extremer is. Ik zou het echt heel vet vinden als je zo'n hele grote bak hebt van het groene glimmende spul wat er afkomt. Dat je een soort radioactief afval kan recyclen en zo. Nee, dat zit er jammer genoeg allemaal niet in. Het eindigt een beetje bij, ja, chemisch afval wel. Hè, batterijen en dat soort dingen en zo. Hey, zijn de challenges van de dag verder. Ik hoop eigenlijk eventjes dat deze auto een tafel bij... Heeft hij niet, geen tafel bij zich. Had ik een heel mooi bruggetje kunnen maken naar een ander klein persoonlijk verhaaltje. Ik heb laatst meegedaan met iets dat heet... Tafeltje, dekje. Housemoel. Oké, nee, toch wel gewoon grof vuil. Nee, dat wist ik eigenlijk ook wel. Diep van binnen wist ik dat gewoon. Misschien even iets vaker gooien weer. Oké, misschien iets minder gooien weer. Oh, nee, dat gaat helemaal niet goed. Lijkt me echt cool trouwens, als deze game een co-op heeft. Dat je zo al die dingen naar elkaar gaat overgooien. Dat er misschien ook wel iets meer beloning is voor dat snel zijn. Aangezien ik vind dat toch momenteel... Ja, het is wel gewoon sneller geld verdienen. Maar behalve dat... ik twijfel toch. Nee, er zit wel een plastic flesje in. Maar er staat geen recycling. Nee, het is gewoon slecht gesorteerd. Slecht gesorteerd, meneer. Dit is echt verschrikkelijk slecht gesorteerd met je paupertas. Oh nee, die moest in die bak. Oh nee, sorry. Nee, nu begint het gewoon frustrerend te worden. Ik zou er bijna gewoon nog eentje doen om je boos te maken ook gewoon. En dan hebben we nog... Wat is dat? Oh, een papschachtel? Is dat een soort koker? Waar je misschien als je een poster bestelt, dan komen ze vaak in zo'n koker. Dat ze niet helemaal verkreukeld zijn. Ja, pap staat vast voor papier. Meneer, ik wens u een hele fijne dag verder. Oh, ook weer de belasting vergeten. Zo worden we nooit rijk. We hebben ondertussen wel al 2300. Dan kunnen we echt bijna leuke dingen gaan kopen. Ik zie hier trouwens ook, we kunnen voor 2500 een groter kantoor kopen. En ja, een stuk ongeduld. Ik vraag me dan af, als we een groter kantoor hebben, krijgen we dan misschien
die hogere doorstroom. Want hij is wel daadwerkelijk duur. Weet je, mooie esthetiek, zoals kleurtjes en zo, dat is meestal helemaal geen geld waard. Dus ik hoop echt heel erg dat het grotere kantoor gaan betekenen, dat het een beetje druk begint te worden. Misschien moet ik gewoon gaan flyeren, een beetje tegen mensen zeggen, hey, vertel je vrienden ook, breng al je chemische afval naar Rickert. Hij heeft ervoor gestudeerd, maar ondertussen doet hij echt verrassend weinig met dat scheikunde diplomaatje van hem. Wapapapau. Oeh, dat is net iets te enthousiast. Doei. Ik vind die geluidjes wel echt heel satisfying. Het is toch een soort mini casino wat je hier aan het neerzetten bent ofzo, toch? Mijn dopamine receptoren vliegen zo waar in de fucking fik. Oké, dit is wel zo'n flinke milieuburger. Precies, een beetje karton. Wat je trouwens ook zou kunnen doen, als je echt een beetje een wilde bent. Je kan, geloof ik. Oh, hij is echt super goedkoop. $100 maar. Je kan een kruiwagen kopen en... helemaal een aanhangertje. Oh, maar dat moet misschien wel ergens bij. Oh, meer duimpjes hebben we nodig. Meer duimpjes. Hier hebben we een metalen transportwagen. Nee, we gaan eerst even voor de kruiwagen. Dan kunnen we zo meteen dat winkeltje ook nog halen. Die kruiwagen is gewoon permanent ergens hier of zo. Nou, leuk. Hij staat hier helemaal klaar voor gebruik. Oh, wat goed. Je kan er ook gewoon doorheen, joh. Zet maar neer. Escape. En dan zo de spulletjes erin. Ik moet zeggen dat deze hele operatie echt niet groot genoeg is. Dat het echt boeiend is. En... ja, gaan we dit ding überhaupt vol krijgen met dat karton? Misschien is wandelen echt bijna net zo snel. Maar hey, we doen het er nu gewoon eventjes om. We moeten de gameplay toch een beetje spannend houden ofzo. Anders ben je de hele video naar hetzelfde aan het kijken. Dit is toch eventjes de gameplay waarvan je denkt... ja, ik snap in één keer weer volledig waarom ik geabonneerd ben op Serpent Gameplay. Nou, mogen je dit leuk vinden? Het schijnt dus zo te zijn dat ik echt al jarenlang... iedere week zo'n XL gameplay maken. Of nou ja, iedere week, hè. Ik doe mijn best. Ik zou toch vooral zeggen dat hoe nieuwer ze zijn, hoe leuker ze zijn... alle video's ouder dan 2 jaar zou ik eigenlijk gewoon persoonlijk afraden om te kijken. Ik ging laatst een beetje checken, gewoon een random video van 3 jaar geleden. Wordt die nou nog vaak bekeken? Was toch nog iets van 100 keer in de maand of zo? Ik vond het nog steeds best wel netjes. Ik was vooral ook wel blij om te zien dat... dat is het fijne aan YouTube ten opzichte van streamen, toch? Mijn Twitch-collega Daniel Lippens sprak ooit de mooie woorden... een oude livestream kijken is een beetje als het lezen van de krant van vorige week, weet je. Een stream is toch veel leuker als je er in dat moment bij bent en mee kan praten. Tenminste, dat heb ik, hoor. Als ik bij een livestream niet mag praten en er wordt niet gereageerd op wat er gezegd wordt, heb ik zoiets van, ja, dan kan ik net zo goed niet aanwezig zijn. Ja, daar ben ik het eigenlijk wel volledig mee eens, weet je. Een livestream is in een moment leuk en misschien kun je het een beetje opknippen en wat sneller maken. En dan misschien voor een video, zoals op mijn tweede kanaal. Kom daar zeker een keertje kijken. Maar bij video's heb je dat toch om een of andere reden een heel stukje... godver, ik blijf er ook mee intrappen. Heb je dat toch een stukje minder? Het grote verschil tussen video's en livestreams is dat een video kun je ieder moment terugkijken. Ik vind het gewoon zo flauw dat als ik een nieuwe video maak, dan gaat YouTube die echt zo bij iedereen zo paam, paam, paam... echt flink lopen aanraden. Ik denk van, ja, maar waarom raad je niet gewoon de video van vorige week aan? Want die hebben heel veel mensen ook nog steeds niet gezien. Dan moet ik zeggen, als jij vaker mijn video's kijkt, dan heb je hem vast een paar keer in je aangeraden gehad en ook gewoon niet op geklikt. Maar vooral als mensen bijvoorbeeld nieuw geabonneerd zijn of zo, geef ze gewoon even heel veel van mijn oude video's. Light verpakkingen. Oh, die heb ik toch gewoon niet dan? Ik heb toch geen light verpakking? Oh, jawel. Ja, dat is deze. Ja, nee, je moet toch nog een beetje kijken naar de zak. Wat is dit? Oeh, een dartschijf. En deze moet je bijna wel gooien. Het is een beetje tegenovergesteld. Normaal gooi je pijltje. Nu gooien we de schijfje. Dat zal wel... oeh, misschien grof vuil. We gaan toch voor spermio. Misschien even plat draaien. Ja, zo. Een soort frisbee. We hebben ook de achievement bullseye gekregen. Wat je niet ziet. Want mijn camera stond er overheen. En trouwens, ik bedenk me opeens. Ik heb nooit dat verhaal afgemaakt over tafeltje dekje. En ik kwam erop neer dat wat ze hier hadden bij mij in het kleine dorpje waar ik woon... is een soort 25 jaar oude traditie dat... bij tafeltje dekje kun je voor aanmelden en dan ga je bij andere mensen eten. Het is echt super leuk en wholesome. Ik moet dit verhaal trouwens wel even onderbreken voor iets zeer urgents. Ze hebben namelijk meer dan 100 duimpjes en genoeg geld om een grote kantoor te kopen. Dus we moeten trouwens even wachten. Ik was meteen geneigd om die grootste te kopen, maar... we moeten natuurlijk eerst eventjes... oh, we kunnen kiezen. Oké. Nee, elektronisch apparaat vind ik dan wel leuker. Alhoewel glasbak... dat maakt wel lekker geluid natuurlijk. Glasbak, laten we die als eerste doen. En dan natuurlijk meteen eventjes een glasbak kopen. Doe maar die kleine bak. We gaan een keer iets heel groots krijgen van glas en dan worden we keihard genaaid. Maar tot die tijd doen we eventjes deze en dan... oud glas. Oud glas, ja, oké. Zo is hij dan goed, toch? Dan staat hij zo hierachter. Ja, ja, ja. Is goed. Ik hoop meteen dat je wat glas hebt meegenomen, maar... misschien dat deze auto al net mijn kant op vertrokken was toen het woord nog niet verspreid was. In ieder geval...
Echt superleuk. En je meldt je dan dus aan. Dan krijg je via de mail een paar dagen van tevoren te horen van... Hey, jij mag het voorgerecht maken bijvoorbeeld. Of jij maakt het toetje. En dan de grote avond krijg je zo'n brief waarop staat... Pas om 5 uur open of zo. En dan staat er zo... Hey, je gaat om 6:30 eten bij de mensen van nummer 8. En dan kom je daar en dan zijn er wat andere mensen. En dan krijg je daar weer een nieuwe brief. Echt uit speurtocht. En daar staat dan in van... Voor het hoofdgerecht mag je door naar de mensen van nummer 31. En dan ontmoet je daar ook weer andere mensen. Het zijn niet weer gewoon de mensen van nummer 8 die meegaan naar jouw huis. En op die manier ontmoet je dan een hele hoop mensen uit de buurt. De groene zak is nieuw. Ja, toch house moon, toch house moon. Bij twijfel niet altijd house moon, maar wel gewoon wel vaak. Deze dan weer hierin. Ja, ik leer wel een klein beetje. Wat lekker veel vuilnis trouwens. We krijgen hier trouwens wel meteen echt lekker veel vuilnis. Ja, ik vond het echt superleuk. Ik kende eigenlijk vrij weinig mensen in mijn dorp. En nu weet ik echt een beetje van... hier woont die en hier woont die. En hier was vroeger deze drama en zo. Ik heb echt hele geschiedenislessen gehad over waar ik woon. Ja, is het goed genoeg? Is het goed genoeg? Vreemd trouwens even niet aan te zetten. Sinds ik zeg maar niet meer alleen maar zo'n beetje dat oude hout heb... krijg ik echt niet meer het hele probleem dat die bak vol zit. Maar dat helpt misschien ook wel dat ik geen biljarttafels meer binnenkrijg. Dat... doet ook vast wel een leuk duitje in het zakkie. Zeker even niet de belasting vergeten. Toch weer $30. Gewoon clean sweep. Clean sweep. Ik ben echt benieuwd. Wie zou zeg maar de recordhouder zijn in deze game? Is er iemand die al gewoon 1 miljoen op de teller heeft? Sowieso. Er zijn ook echt van die mensen die hebben gewoon 100 uren in Euro Truck Simulator. Ik heb die ook gedaan voor de XL gameplay. Zeker de moeite waard. Ik kan misschien even in de beschrijving gewoon eventjes een paats gewoon zo 10 simulators neerzetten die ik al een keer gespeeld heb. Ik vind dat wel leuke games voor de XL gameplay, maar dan vooral omdat je gewoon een beetje kan lullen, een beetje feitje kan gooien en zo. Dat is voornamelijk gewoon, het is gewoon een goed excuus om gewoon lang te lullen in plaats van dat je meteen gewoon fullscreen aan het lullen bent. Het is wel fijn als er tegelijkertijd iets gebeurt ofzo. Het is tijd voor ons bedrijf om eventjes gigantisch uit te breiden met deze gigantische kanjer. Wauw, wat een professionaliteit. Wat je dus ook nog kan doen, ook echt wel gewoon hoogstandje van genieten, is dus het kopen van de automatische slagboom. Die is geloof ik ook echt 3000 of zo. Misschien dat de doorstroom dan ook omhoog gaat. Misschien dat de volgende autotimer pas begint als dit poortje open gaat of zo. Weer een paar van die plastic kisten. Die mogen gewoon weer die kant op, denk ik. Ka-ching! Ka-ching! Verder heb ik nog wel een compleet niet relevant feitje. Dat doe je veel te ver. Bijna in de glasbak. Moet je mee gaan oppassen. Over een brug in Dublin. In Ierland natuurlijk. En die kon op een gegeven moment 4 jaar lang niet meer open. Omdat... Dat moet bijna gewoon een soort bug zijn of zo. Fuck jou, gast. Je hebt mijn hele bedrijf aan de galamiezen geholpen. Die kon 4 jaar lang niet open omdat iemand de afstandsbediening kwijt was. Sowieso, hoezo werken bruggen met een afstandsbediening? Waarom niet gewoon met een computerpaneel? Misschien was dit ook in het jaar 1600 voordat dat soort grote boten waren uitgevonden. Ik heb geen idee. Ik bedenk me trouwens wel opeens dat ook voor 1600 al grote boten bestonden. Want zeilboten en zo, maar waarschijnlijk nog geen openbare bruggen. Sowieso... boten zijn fucking azo, man. Ik sta nu zo vaak met mijn auto gewoon stil bij de brug. En dan komt er gewoon één zo'n fucking rijke gast met zijn zeilboot voorbij. Het is echt fucking azo. Om een of andere reden ben je ook als persoon met een boot ben je een soort eerste rangs burger. Want gewoon 100 auto's moeten maar even wachten omdat er 1 persoon met zijn boot langs moet. In plaats van dat we zeggen, hey gozer met boot. Misschien moet jij eventjes een 30 minuten gaan wachten totdat er vrij weinig auto's zijn. Maar dat, misschien dat we in de toekomst dat doen en we meer camera's hebben en precies weten waar iedere auto is. En zeggen, hey boot. Misschien moet jij eventjes pontificale tering krijgen. Want je zo belangrijk ben je nou ook een beetje lopen drijven. Ga lekker werken vandaag of zo. En nu we langzaam aan het zwemmen zijn in zowel het geld als de duimpjes die met rap tempo binnenstromen. Heb ik nog wel een redelijk interessant feitje over Michael Phelps. De beroemde Amerikaanse Olympisch zwemmer. Ik heb namelijk gelezen dat in het jaar 2012 had hij op de Olympische Spelen 4 gouden medailles en 2 zilveren. Dat is niet per se het feitje of zo, maar die gast kan echt goed zwemmen of zo. Die guy doet echt zo van spetter Pieter Pater, weet je. Ik had dus gelezen dat na die Olympische Spelen, waar hij dus gewoon 4 keer goud had gewonnen, dat hij echt heel erg depressief was. Ik vind dat heel erg interessant. Sowieso hoor je vaak over de mentale gezondheid van Olympische sporters. Vooral omdat je werkt vaak gewoon jaren toe na die Olympische Spelen. En is er 1 moment, een paar seconden waarin je moet presteren. Vooral bij dingen zoals, ja, bij snelheid is het toch wel een beetje, je bent gewoon snel, weet je. Dan moet je er gewoon even uitpersen of zo. Maar bij een truc of zo, zoals turnen. Je staat helemaal strak van de zenuwen. Dat schijnt trouwens heel interessant te zijn bij boogschieten. Wat dus een ding is, als je eenmaal gericht hebt, omdat er toch eens een bepaalde, ik kan het nu even niet lekker uitleggen, omdat er toch eens een bepaalde spanning op je lichaam zit of zo. Als je eenmaal bepaald hebt van, oké, nu heb ik hem recht, dan verandert er toch iets in de spanning van je lichaam, waardoor je net weer iets anders richt of zo.
Daar moet je heel erg rekening mee houden, een heleboel gezeik. Nee, die moet wel lekker daarin. Nee, ik kan me voorstellen dat ja, sowieso het gewoon gigantisch stressvol is. Wel helemaal als je dus niet presteert, maar ook als je wel presteert dus, kan het nog steeds leiden tot een hele grote hoeveelheid ongeluk. Maar dan misschien juist vanwege het gevoel van ja, is dit alles of zo, weet je. Je werkt gewoon jarenlang toe naar die Olympische Spelen. Dan win je echt groot, je pakt een mega winst en dan ja, niks. Dan gaan weer een paar jaar niks of zo. Je bouwt zo toe naar een mega climax, vuurwerk, alles. En de volgende week word je wakker in je bed en denk je, ja oké, okay, maar wat nu of zo? Je hebt zo hard gepiekt dat, wat doe je daarna in je leven of zo? Ik kan dat wel een beetje begrijpen, maar ik vond het ook wel heel interessant om daar een beetje op die manier over na te denken. En als we het dan toch hebben over keihard pieken, ik stel voor om de opname na deze auto te beëindigen. Zoals je misschien ziet, de video is nog niet af, maar dan ga ik zo meteen even lekker livestreamen. Dat schijnt best wel leuk te zijn. En dan ga ik in die stream gewoon nog even een klein beetje verder grinden. Dan kom ik zo meteen terug en dan zijn we opeens een heel stuk verder in deze game. Kan ik nog een beetje laten zien van dit is waar je naartoe kunt bouwen. Dit is het fantastische koninkrijk wat je ook kan hebben, zeg maar. Ja, dan heb ik een automatisch poortje en dan is mijn schutting niet meer van hout en zo. Dat is echt, nou, dan staan de haters eventjes flink te huilen, weet je. Dan weten ze, Ricky heeft het fucking gemaakt. Ik ben niet zeker. Wat als ik gewoon belasting doe, maar ze hoeven geen belasting te betalen? Zo, tering boos. Even rustig aan, joh, gast. Dat betaal je toch niet? Hè? Lul. Nou, hey, ik ben zo meteen terug. Oh, hij ging omhoog en naar beneden. Ja, eerst naar beneden voor de belasting. Is goed. Tot zo meteen. Doei. Ik ben nog even terug met één klein dingetje. Dit is het eerste glazen voorwerp dat ik krijg. Godverdomme. Kan je misschien kapot gooien gewoon? De hele tafel gewoon in één keer. Oh, niet eens. Is het van plastic dan? Ik dacht echt dat het van glas was. Maar misschien is het plexi, hoor. Misschien is het plexi. Ah, het is gewoon spermuul. Ah, maar vals. Nee, dan heb ik niks gezegd, joh, klote lul. Nu is een klote matras. Oh, ben je naar de game gecrashed? Oh, niet eens. Oké, meneer, een fijne dag verder. Ik ga nu eventjes lekker livestreamen. Toedeloe. Hey, daar ben ik weer. Een dag verder in de tijd, maar niet heel erg veel verder in de game. Ik had de game nog gespeeld op stream, maar mensen vonden het een beetje saai of zo. Ik snap het niet helemaal. Misschien missen ze toch een beetje die, ja, die feitjes die jullie hier in de video wel krijgen. En toevallig heb ik in de tussentijd wel meteen een paar extra feitjes opgezocht. Eerst even gauw deze meneer helpen. Misschien vraag je je af wie die dame hier achter mij is. Dat is Sally McNeil. Of nou ja, een standbeeld van Sally McNeil. Heb ik gekocht bij een kringloopwinkel. En wat vooral zo interessant is aan Sally McNeil, waar ik pas achter kwam toen ik hem kocht, zei dit is Sally. Ik zei, oké, heet ze zo? Is het gebaseerd op een persoon? Sally McNeil is een bekende bodybuilder uit de jaren 60. En een klein, iets wat pittig feitje en een klein, iets wat pittig detail over Sally is dat zij haar man heeft vermoord. Was ook een bodybuilder, was mij al veel huiselijk geweld. Misschien omdat ze allebei aan de anabolen zaten, word je vaak wel een beetje agressief van. Maar hey, ik was er niet bij. Dit zijn gewoon mijn persoonlijke theorieën. Ik kan wel wat spierkracht gebruiken met het meenemen van deze kast. En verder kan ik je vertellen dat ik niet alleen dat heb gekocht bij de kringloop, maar ook een nieuw tegeltje. Praat niet over jezelf. Dat doen wij wel als je weg bent. Ja, vind ik echt heel leuk op de wc. Dat heel fijn voor je gasten om te lezen. Nou, mocht je dus ooit nog zo'n leuk tegeltje tegenkomen, stuur me even een berichtje. Kun je misschien gewoon betalen. Verzendkosten, alles. Neem het mee bij je lokale kringloopwinkel. Of stuur het gewoon op naar mijn postbus. Adres in de beschrijving. Gaan we door naar de sappige feitjes. Ik heb een aantal medische feitjes. De eerste is iets dat heet Sutton's Law. Is eigenlijk hartstikke logisch. Het is eigenlijk een regel in de geneeskunde dat als mensen komen met klachten, dat je dan bij het stellen van een diagnose eerst uitgaat van het meest logische. Bijvoorbeeld dingen die veel voorkomen of gezien de klachten logisch zijn. Stel, iemand is keihard van zijn fiets gevallen, heeft wat problemen met de geheugen, misselijkheid. Dan ga je eerst uit van een hersenschudding en pas veel later ga je kijken van is het misschien een hersentumor. Dat is een beetje die regel. En die regel wordt dus genoemd Sutton's Law. En dat is gebaseerd op een crimineel genaamd Willie Sutton. Die had namelijk een bank overvallen. En toen vroegen ze van, Willie, waarom had je nou eigenlijk specifiek een bank overvallen? En toen zei hij, omdat daar het geld is. Ja, dat is ook best wel logisch. Je moet eigenlijk gewoon soms een beetje makkelijk denken. Dat is Sutton's Law. Wel tof dat een wet naar je vernoemd wordt. Ja, ik zou er geen bank voor beroven, maar
Wel cool. Gaan we meteen door naar een ander medisch feitje. Wel echt heel wat anders. Begin 1900 is er ooit iets heel erg bijzonders gebeurd. Was namelijk een meisje van 15 die had bloed nodig. En toen zeiden ze, give her her parents' blood. Weet je, geef haar wat bloed van haar ouders. Dat past sowieso. Misschien wisten ze toen iets minder over die bloedtypes. Was de bloedbank minder goed. Best logisch om te zeggen, nou geef haar wat bloed van haar ouders. Maar het woord parents werd verkeerd verstaan. En de personen die meehielpen verstonden, give her parrot's blood, als in papegaaien. En toen hebben ze haar daadwerkelijk wat, met heel veel moeite, papegaaienbloed gegeven. Dit is, mag ik toch wel hopen, de enige keer ooit in de medische geschiedenis dat een mens papegaaienbloed in zich geïnjecteerd heeft. Vast wel andere mensen die bepaalde bloedsoorten van dieren vroeger gingen inspuiten. Misschien word ik sterker als ik gorillabloed inspuit of zo. Sowieso mensen die het geprobeerd hebben. Ik was meteen benieuwd, is ze dood gegaan? Nee. Het was echt heel weinig, want ja, papegaaien hebben niet zoveel bloed. Ze hebben het echt zo direct uit het hart van die papegaai gepompt. Ik weet niet of de papegaai ook overleden is in dit proces. Was in ieder geval echt vrij weinig. Meisje heeft het gewoon overleefd. Maar ja, misschien als ze daadwerkelijk weinig bloed had. Misschien moeten we vooral blij zijn dat ze niet honderden papegaaien hebben opgeofferd. En misschien was ze dan toch wel keihard doodgegaan. Wel benieuwd waar je dan precies aan sterft. Maar, dat weet ik niet precies. Maar ik heb wel een feitje wat een klein beetje in deze buurt past. Namelijk, hart- en vaatziekten. Heb je wel eens van gehoord? Niet leuk, niet gezellig. En over leuk en gezellig gesproken trouwens, we hebben best wel wat duimpjes en geld. We kunnen een nieuw soort afval kopen. Ik stel toch voor dat we voor het snoeiafval gaan. Dat is wel een hele belangrijke. Gaan we meteen door naar de shop. Kunnen we namelijk voor 2500 de wassenverdichter kopen. Is een veel betere container op het gebied van dingen kapot stampen. En zet hem meteen eventjes hier neer. Nee, kom maar aan, kom maar aan. En doen we daar meteen eventjes een container voor het snoeiafval. Dat is denk ik... Welke is dat hier rechts? Ik zit echt door die Duitse woorden heen te scrollen en ik herken gewoon niet het woord wat ik zoek. Al het glas is glas, elektronisch apparaat, de spermuur hadden we al. Dit is hout, dit is recycle. Staat hij er nou niet tussen? Of, huh? Ja, nee, verschrikkelijk nieuws. Blijkbaar heeft dat dus een eigen container, namelijk de Groenabfallhaxler. Die is $1500. Oh, dat heb ik echt net aan. Echt net aan, dat is fijn. Maar enige ding is, ik wilde dat geld eigenlijk gaan gebruiken om eindelijk de elektronische spoorboom te kopen. Dat mensen eindelijk zichzelf lekker binnen kunnen laten. Aan de andere kant, de helft van de tijd ben ik een beetje verhalen aan het vertellen terwijl mensen hun auto zo het terrein oprollen. Dus misschien is het ook wel een beetje deel van de sfeer om het wel gewoon lekker handmatig te gaan doen. In ieder geval, hart- en vaatziekten. Vandaag de dag de nummer 1 doodsoorzaak. Vroeger, voor de jaren 1900, was het redelijk zeldzaam. Komt echt gewoon puur door ongezond eten en roken. Wat voor die tijd gewoon veel minder een ding was, dat het zoveel groter is geworden. Toen stelde iemand wel heel terecht de vraag, was het niet ook gewoon dat vroeger heel veel mensen gewoon dood neervielen? Dat we gewoon zeiden, ja, is ouderdom, weet je. Uiteindelijk kun je niet echt dood aan ouderdom. Je gaat altijd ergens aan dood. Heel vaak krijg je gewoon een longontsteking, een koorts, griep, whatever. En dan ja, ga je daar gewoon aan dood, omdat je lichaam niet kan herstellen. Je kan niet echt dood aan ouderdom. Dus ik vond het eigenlijk best wel een zeer terechte vraag. We hebben trouwens meteen wat van dat snoeiafvalspul, denk ik. Want ik heb niet eerder boomstammen gehad voor het oude hout. Het is ook geen oud hout. Het is redelijk nieuw hout, zou ik zeggen. Oh, wat kut. Oh, dit is heel naar. Hoe werkt dit überhaupt? Moet aan met de knoppie? Ja? Oh, daar gaat hij. Daar gaat hij. En dan moet je hem zelf zo helemaal vastpakken en er zelf induwen of zo. Dit is eigenlijk alleen maar veel moeilijker. Nu heb ik helemaal iets aangenomen wat alleen maar meer gezeik voor mij creëert. Daar heb ik het niet voor gedaan. In ieder geval terug bij de hart- en vaatziekten. Het is wel interessant om erbij stil te staan van ja, is dat nou echt heel nieuw of werd het vroeger gewoon niet gevonden? Je moet met dat soort data altijd een beetje oppassen met wat je nou precies zegt. Een tijdje geleden was er in Nederland een onderzoek dat steeds meer jongeren geen condoom gebruikten. En ook daar, je moet oppassen wat voor enquête je loslaat. Het zit hem heel erg in die vraagstelling. Je zou kunnen vragen van, hey, heb jij de afgelopen 6 maanden seks gehad met een condoom? En dan zeggen meer jongeren nee, maar dat kan ook gewoon zijn omdat ze geen seks hebben gehad. Je moet heel erg oppassen met hoe je die vragen stelt. En een tijdje geleden bijvoorbeeld had je een video van NOS op 3, zo'n explainer-achtig dingetje, of het was die short stories, whatever, maar dat kwam niet uit. Nou, over die video heeft Sally hier waarschijnlijk ook wel het een en ander te zeggen. Het ging namelijk over gymschaamte. Er was wel veel jongeren die vinden het gewoon een beetje eng om daar voor het eerst heen te gaan, want je weet niet precies hoe alles werkt en al die mensen om je heen die zijn zo super mega gespierd en jij nog niet, weet je. En toen hadden ze een enquête aan die ze naar hun eigen volgers gestuurd hadden over de sportschool. En dan zeiden ze, ja, zoveel procent van de mensen voelt zich wel eens ongemakkelijk in de sportschool. Ik denk, maar dat is zo gigantisch breed.
Er is een heel groot verschil tussen amper durven te gaan en dat je gewoon een keer tijdens het gewichtheffen een teringharde scheet laat. Het zit hem zo erg in die vraagstelling. Je moet echt heel erg, iedere keer eigenlijk als ik iets voorbij zie komen van een enquête, ben ik toch altijd wel heel erg benieuwd naar wat was de exacte vraag in de enquête en hoe heb je die mensen bereikt. Als je ergens op het internet een enquête deelt, zou het best kunnen zijn dat ja, als je op het internet een enquête deelt met zit je vaak op de computer of op je telefoon. Ja, vooral mensen die vaak op hun telefoon / computer zitten, zullen waarschijnlijk die enquête tegenkomen. Dat noem je geloof ik sampling bias. En dat is gewoon een beetje flauw natuurlijk. Moet je altijd mee bezig zijn. Bijvoorbeeld ook met politiek, weet je. Als je gaat pollen van, hey, stel er zouden nu verkiezingen zijn, hoeveel mensen stemmen PVV? Schijnen best wel veel te zijn. Je kan gewoon naar een willekeurig winkelcentrum gaan, maar ja, sowieso op verschillende locaties stemmen mensen verschillende dingen. Maar je moet er natuurlijk ook rekening mee houden dat als jij overdag voor de Albert Heijn gaat staan. Nou, mensen die naar de Albert Heijn gaan hebben misschien weer meer geld. Maar mensen die overdag bij de supermarkt zijn, waarom zijn die mensen niet op hun werk? Je gaat op zoveel manieren toch bepaalde selecties krijgen. Het is zo moeilijk daardoor om een beetje goed van tevoren voor de verkiezingen te weten wat er gaat gebeuren. En daarover gesproken, in Nederland is echt wel insane hoe snel dat kan omslaan. Ik geloof dat Omtzigt op een gegeven moment echt nog gepeild is op 40 zetels. En toen begon het legendarische twijfelen, is dat weer heel snel ingezakt. Momenteel zien we dus de PVV gigantisch hoog staan. Maar dat schijnt normaal te zijn. Meestal als een partij groot wint met de verkiezingen, als er meteen daarna gepeild wordt, doen ze het nog beter. En de partijen met wie het slecht gaat, doen het nog slechter. En neem bijvoorbeeld de VVD. Dan moet ik zeggen dat de VVD is het hartelijk gegund. Wel een beetje lullig voor die arme Dylan. Hey, je mag aan het hoofd staan van de grootste partij. Misschien eindelijk onze eerste vrouwelijke premier. Nee. Echt totaal niet gewoon, niet eens in de buurt. Ik blijf het wel interessant vinden om te zien hoe in de afgelopen paar jaar echt een aantal grote Nederlandse partijen echt compleet afgezakt zijn. Weet je, vroeger was gewoon CDA echt standaard gewoon een gigantisch grote partij. Partij voor de Arbeid waren echt gewoon big ass legends. En ja, vooral recentelijk VVD en al die partijen beginnen in één keer te verdwijnen. Er komen allemaal nieuwe partijen, Boerburgerbeweging, Omtzigt, nou ja. PVV bestond al een tijdje, maar die zijn nu toch in één keer weer een flink hard popping. Het is interessant hoe dynamisch de Nederlandse politiek is. Ik zou je er voor de rest van de video niet meer vervelen. Maar ja, mogelijk kan de VVD de komende tijd in ieder geval ook bij het grof vuil. Even kijken, heb je het laatste dingetje? Ja, nee, dat is wel een redelijk oude mobiele telefoon. Ik moet opeens denken aan een feitje wat ik ooit een keer verteld heb. Oeh, ja, dat is best wel vaak. Daar hebben ze glas in hun auto liggen. En dat zie je dan niet liggen, omdat die glazen flessen zijn dan vaak doorzichtig. Dat is echt een beetje sneaky van de game, maar echt wel een kleine sneaky. Sorry. Ik ging iets vertellen over mobiele telefoons. Ik heb het al een keer verteld. Als je dit feitje nog herkent, dan kijk je te veel XL gameplay. Als je hem niet kent, check eventjes alle oude XL gameplays in plaats van iedere week te wachten op een nieuwe. Vroeger had je op een gegeven moment heel kort een ding dat mensen een soort telefoon hadden voor in hun auto. Echt een autotelefoon. Dat was een soort gigantisch statussymbool. Dat was echt super cool om te hebben. Nee, die is wel redelijk leeg. En wat heel veel mensen gingen doen, is gingen een neppe autotelefoon kopen. Omdat het zo'n statusdingetje was of zo. Weer een beetje terugkoppelend naar de iPhone, weet je. Vandaag de dag heb je ook zat mensen die kopen neppe merktassen natuurlijk. Het gaat niet om de tas, het gaat om de status rondom de tas. Alhoewel, sommige mensen ook echt wel zeggen, dat is een mooie tas. Iets anders, echt totaal willekeurigs, wat ik voor deze video nog wel eventjes zou kunnen vertellen. Terwijl we langzaam aan het sparen zijn voor de $700 om toch maar gewoon een keer die automatische paal te kopen. Ik had natuurlijk een tijdje geleden een video gemaakt over de toekomst en mijn voorspellingen daarvoor. Oeh, nee, dat is pittig. En een aantal voorspellingen, ja, ik wilde toch eigenlijk wel een deel 2 maken, want ik had best wel veel dingen te vertellen. Maar één voorspelling die ik eigenlijk wel eventjes in die video had willen stoppen is dat een... Oeh... Nee, dat is gewoon normaal afval. Ik dacht even, is dat toch een recycle ding op? Is gewoon de verkeerde zak gebruikt of zo, ja. Nee, kun je niks aan doen. Wel even een klein beetje belasting betalen. En lekker oprotten met die vieze auto van je. In ieder geval, wat ik eigenlijk in die video had willen zeggen, is dat ik sinds kort pas echt een beetje begrijp hoe oude mensen praten over inflatie. Ja, vroeger, in mijn tijd, kostte dat nog 10 cent. Ik was laatst op Amsterdam Centraal patatje halen. Gewoon een klein patatje mayo joppie. Ik was gewoon €4,50 kwijt. En ik hoorde gewoon in mijn hoofd, gewoon dat stemmetje die zei van ja, vroeger had je gewoon bij de snackbar een patatje voor €1,20 met mayo. Dat waren nog eens tijden. Nu heb je op sommige plekken, als je een beetje pech hebt, ben je gewoon al €1 kwijt voor überhaupt de mayo. Dat is toch hoe inflatie gaat. Ieder jaar is het een paar procent, maar die percentages stapelen natuurlijk echt heel erg hard op elkaar. Waardoor je dus op de langere termijn echt gigantische veranderingen krijgt. Vandaag de dag de 1 en 2 cent worden eigenlijk al niet echt meer gebruikt. In de toekomst is het bijna al raar om 10 of 20 cent te gebruiken. Het voorbeeld wat voor mij wel redelijk goed werkte is,
als je gaat naar de Wikipedia-pagina van de Efteling, kun je zien de prijzen van een Eftelingkaartje gedurende het bestaan van de Efteling. En daar zie je eigenlijk gewoon over een aantal tientallen jaren, gemakkelijk, gaat een kaartje voor de Efteling gewoon vanwege inflatie, gaan we echt nog wel meemaken, gewoon een standaard kaartje, €100. Wij gaan echt nog wel meemaken dat een patatje uiteindelijk, hè, als we eenmaal opa's en oma's zijn, dat een patatje gewoon €10 kost. Dat gaan wij gewoon nog een keer meemaken. En het is vooral dan ook wel interessant om te bedenken, wat is een beetje de endgame hierin, weet je? Over een paar honderd jaar is eigenlijk gewoon standaard een auto, kost gewoon €1 miljoen. Is het op een gegeven moment niet handig om dan gewoon een paar nullen weg te gummen of zo? Dat we zeggen, weet je, 100 is het nieuwe 10, 1000 is het nieuwe 100. Dat we dat gewoon op die manier een beetje corrigeren of zo. Ik vind het interessant om over na te denken. Of blijven gewoon doorstapelen, ik heb geen idee. Het is in ieder geval interessant als we op een gegeven moment nooit meer met losse euro's betalen en alles gewoon de goedkoopste dingen zijn een tientje. Ja, misschien moeten we dan gewoon de munt een keer herinrichten. Alhoewel, tegen die tijd zal het sowieso digitaal zijn. Dan kun je muntgeld alleen maar zien in een museum naast de speerpunten en de munten van de oude Romeinen. Ik blijf het sowieso, ik haal het vaker in video's aan, maar gewoon zo insane vinden dat over 10.000 jaar er gewoon nog mensen zullen zijn. En dat, ja, ik denk als je sommige mensen in Nederland een beetje vraagt, wat gebeurde nou echt in de 16e eeuw en wat in de 18e? Nou, de meesten kunnen nog misschien een beetje verzinnen, hè. Stoommachine is best wel een groot verschil, maar misschien het verschil tussen 1600 en het jaar 1000 of zo. Wat was nou echt het verschil daar? Als we maar lang genoeg verder in de tijd gaan, komen we waarschijnlijk een beetje op een punt waar, ja, mensen niet echt meer kunnen zeggen wat er nou gebeurde in het jaar 1000 of in het jaar 2000, als we helemaal in het jaar 100.000 zitten of zo. Het is allemaal gewoon zo ver weg dat je het allemaal gewoon een beetje samenkneedt tot één grote bal of zo. Ik vind dat heel interessant in ieder geval. En ik blijf het daarom ook gewoon wel jammer vinden dat ik over 100 jaar niet leef om mee te maken wat voor coole technologie we dan hebben. Misschien dat we nu gaan zeggen, nee, tegen die tijd is de wereld zoveel kutter. De tijd waar wij nu in leven, dat is de perfecte tijd. Maar dat is geloof ik een soort reflex, weet je. Heel veel mensen hebben een beetje het idee dat hun jeugd, hoe de wereld toen was, dat was gewoon een beetje perfectie of zo. Ik heb het al eens vaker aangehaald met de legendarische quote, was FIFA 14 de beste FIFA game of was ik toen gewoon gelukkiger? Dat is denk ik toch gewoon iets wat hoort bij het ouder worden ofzo. Had zij nou belasting? Ja, oké. Eventjes naar de financiën kijken. Dan kunnen wij nu eindelijk kopen. De automatische spoorboom. Kijk eens aan. Is dit de verandering die we willen? Of is dit een toekomst om te haten? We gaan erachter komen. Voor de rest hebben we ook 74 duimpjes. Ja, daar kun je net weer niet een nieuwe soort afval van kopen. We beginnen ze langzamerhand echt allemaal te unlocken. Maar misschien wel kunnen we in de shop eens even een mooiere schutting kopen ofzo. Ja, 1000. Eigenlijk wil je meteen wel gewoon de 2000 schutting. Maar dat is helemaal niks meer voor deze video. Je kan ook echt voor 2000 een heel cool bord kopen. Wat gewoon bij de ingang staat. Oh, hij moet nog steeds gewoon open. Hij moet nog steeds gewoon open. Ik dacht, deze is automatisch. Nee. Nee, niet eens. Oké, dat vind ik dan wel weer gewoon... Ronduit triest. Zou ik toch wel willen zeggen. Hiermee een klote bank. En over ronduit triest gesproken. Misschien is dit ook wel gewoon een mooi, niet heel erg waardig einde van deze XL gameplay. Ik weet niet precies of de video ondertussen een uur lang is. Het zou heel veel pijn doen in mijn kleine hartje als deze video niet een uur lang is. Dat voelt gewoon smerig, dat voelt vies. Daar moeten we acties tegen ondernemen. Maar ja, ik ben wel een beetje uitgeluld ofzo. Ik begon al een beetje oude mannen praat uit te slaan over hoe vroeger alles beter is. Of juist misschien weer niet. Ik zou zeggen, hartelijk bedankt voor het kijken naar deze aflevering van de XL Gameplay. Mogen je hem leuk vinden? Ik heb echt al een paar honderd van deze dingen gemaakt. Ik zal even een paar recycle games in de beschrijving zetten. En anders staat er ook een linkje met een heleboel XL Gameplays. Ga daar zeker even kijken. En anders, kijk gewoon volgende week hopelijk naar de XXL Gameplay van Poppy Playtime. Tot dan! Doei!